Goedenavond, dames en heren. De stadionklok geeft aan dat we te vroeg zijn. Maar op mijn horloge is het toch echt 19:30 geweest. Gaan we starten met de vergadering. Ik moet melden dat het griepvirus ten noorden van de N340 heeft toegeslagen, want daar hebben we 3 zieken. Nog 3 andere afmeldingen, dat schijnt ook een record te zijn. Maar afmeldingen ontvangen van de heer Hof, de heer Meijerink en de heer Schuurman van gemeentebelangen, mevrouw Kappert van gemeentebelangen, mevrouw Lasje van ChristenUnie en mevrouw Schiphorst van het CDA. Daarmee is de vergadering geopend. Punt 2 van de agenda, hebben zich geen burgers aangemeld voor spreekrecht. Dus daar kunnen we door naar agenda punt 3, vaststelling agenda. Ik stel voor deze vast te stellen zoals die voor ligt, met de opmerking dat de kadernotitie detailhandelstructuurvisie toegevoegd is als agenda punt 6a. Die is vorige week niet behandeld. We gaan verder met punt 4 van de agenda. Scenario's, hoogte, eigen bijdrage, algemene voorziening, hulp bij de huishouding, 2017-2018. Verantwoordelijk wethouder, de heer Van Mattels, voorbereidend besluitvormend. Op 26 september vorig jaar heeft de Raad de nota continuering beleid hulp bij het huishouden vastgesteld. Nu blijkt dat de toepassing van de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning leidt tot hogere kosten van de algemene voorziening. Het is daarom wenselijk dat de hoogte van de eigen bijdrage opnieuw bekeken wordt. Het college heeft daarom 3 scenario's opgesteld voor een acceptabele eigen bijdrage en stelt daarbij voor om te kiezen voor scenario 2 met een uurtarief van 8,5 euro. Behandeling in 2 ronden, een informatieve ronde waarin vragen kunnen worden gesteld en daarna een opinierende ronde. Ik wil beginnen met de informerende ronde. En wie mag ik als eerste hier het woord geven? Ik zie het lichtje van de heer Ellenbroek, de gemeentebelangen. Ja, voorzitter. Ik heb een paar vragen. In het voorliggend stuk zien we dat de gemiddelde voorgestelde eigen bijdrage 74,80 per 4 weken bedraagt. Dit is gebaseerd op een gemiddelde afname van 8,8 uur. Tot zover prima. Er zijn echter ook inwoners die slechts enkele uren huishoudelijke hulp per periode krijgen. Bijvoorbeeld 3 of 5 uur. En ook zij moeten bij het voorgestelde scenario 74,80 per periode gaan betalen. Deze mensen krijgen natuurlijk de schrik van hun leven als zij erachter komen dat ze een bedrag moeten betalen dat in geen enkele verhouding staat. Onze vraag is hoe hier met het keukentafelgesprek mee omgegaan wordt. Blijft het bij een mededeling of wordt men ook op andere mogelijkheden gewezen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen? Dan heb ik een volgende vraag. Is het juist dat als men, aan bepaalde voorwaarden voldoet, de gemeente vanuit de bijzondere bijstand de volledige eigen bijdrage vergoedt? En dan mijn laatste vraag. Betaalt iemand die meerdere uren huishoudelijke hulp afneemt dan het gemiddelde van 2,2 uur ook de eigen bijdrage van 74,80 euro? Tot zover. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Ik kijk even verder. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar vragen over dit onderwerp. Allereerst van wat het advies is van de participatieraad in deze. Tweede vraag is van of het nou klopt op basis van de verstrekte informatie dat met name cliënten van Rozengaarde en Carinova met dit voorstel minder eigen bijdrage gaan betalen. En de derde vraag gaat over de financiën. Er staat bij is op te vangen binnen het product ondersteuning bij huishouden. Dat is mooi, maar wat is de ruimte überhaupt binnen deze post? Daar zouden we graag een antwoord op willen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Kijk, meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ik heb een paar vragen ook, die liggen soms wat in het verlengde van wat al gevraagd is. Soms net even anders. In eerste instantie maar even een checkvraag. Klopt het dat indien
een inwoner nu een eigen bijdrage betaalt aan het CRK op basis van een minimuminkomen, net boven bijstandsniveau, zo rond de 20 euro in de maand betaalt, en dat die nu wordt geconfronteerd met een verhoging van zo rond de 400%, namelijk die 74 euro. Tweede vraag is, is de participatieraad überhaupt om advies gevraagd? Net werd al gevraagd, wat is het advies? Nou. En de derde vraag is, naar uw mening, voldoet de gemeente Dals aan de algemene voorziening aan de uitgangspunten van de BMO en de jurisprudentie op dat gebied? En dat laatste, dat vraag ik even met het oog op een publicatie van FNV Zorg. Die had u ook bij de ingekomen stukken gedaan, die was van oktober jongensleden, waarin gewoon gesteld wordt dat de gemeente Dalfsen niet voldoet aan de regels. Dank u wel, meneer Hiltvank. Meneer Royakkers, D66. Ja, ik heb een vraag, voorzitter. Er wordt in de notitie een paar keer gesproken over het zwarte circuit. En ik heb altijd gedacht dat huishoudelijke hulp contant betaald mag worden, zonder dat er sprake is van zwart werk, omdat dat namelijk een uitzondering is in de regel. Je kunt alleen een goede arbeidsovereenkomst maken bij een werkbelasting van meer dan 2 volledige dagen per week, voor zover ik geïnformeerd ben. En dan, als dat zo klopt, voorzitter, dan zou het ook niet, juist zijn om dan te spreken over het zwarte circuit. Maar dan zou ik daar een andere term voor zoeken. Ik ben benieuwd wat men ervan vindt. Dank u wel, meneer Royakkers. Kijk nog even verder. Meneer Veldhuis niet. CDA niet. Wethouder, dit zijn de vragen voor u. Ja, dank u wel, voorzitter. Naar die laatste vraag, het zwarte circuit. Jammer dat u zelf geen andere term ervoor heeft. Ik weet dat er inderdaad wat mogelijkheden zijn om dat anders te benoemen. En dat er ook mogelijkheden zijn om regulier uit te betalen. Maar waar het ons om gaat is voornamelijk dat we willen benadrukken dat als we op deze manier te werk gaan met de zorgaanbieders die wij kennen, dat die signaleringsfunctie, dat die in ieder geval gewaarborgd blijft en wordt. En dat is de reden dat we natuurlijk kiezen voor dit systeem. En bovendien willen we graag natuurlijk die drempel zo laag mogelijk houden. En wat is dan redelijk en billijk? Ja, wij denken dan aan 7,5 of 8,5 euro per uur. Dat lijkt ons alleszins redelijk. En dan is het verschil met dat, ja, of u nou zwarte circuit wil noemen of een ander woord ervoor bedenkt, is dan in ieder geval nog dusdanig hoog dat mensen toch gebruik van de zorgaanbieders zullen maken die wij kennen en waar wij een goede relatie mee hebben en die inderdaad die signaleringsfunctie kunnen waarborgen. Er wordt een aantal keren gevraagd naar het aantal uren. Hoe zit het nou voor iemand die bijvoorbeeld 3 uur gebruik maakt van de huishoudelijke ondersteuning of 5 uur? Maar dat is straks verleden tijd. Het gaat om de algemene voorziening. Het gaat om een schoon en leefbaar huis en dat wordt dan niet uitgedrukt in uren, maar gewoon in het begrip wanneer is het schoon en leefbaar. En er zullen mensen zijn die in het verleden inderdaad met 3 of met 5 uur te maken hebben gehad. Maar dat is een andere werkwijze met de algemene voorziening. En dan hebben ze te maken met de zorgaanbieders die ervoor moeten zorgen dat het schoon en leefbare huis, dat daar sprake van is. En dat is ook als uitgangspunt genomen. Gemiddeld is dat 2,2 uur. En we willen dat niet allemaal zo dusdanig met de stopwatch erbij gaan staan om te kijken van is het nou 2 uur of is het 2,5 uur. Gemiddeld is 2,2 uur en daar is alles op gebaseerd. En het is inderdaad juist dat mensen die in het verleden meer uren daarvan gebruik maakten, die zijn in principe relatief wat lager, komen goedkoper uit. En anderen die wat minder uren afnamen, die komen misschien wat hoger uit. Daar is het in principe op gebaseerd. Dus op een schoon en leefbaar huis, niet meer op het aantal uren. En meneer Wildvank die vraagt van, is het inderdaad waar dat een verhoging plaats gaat vinden van bijvoorbeeld 20 euro naar 74 euro. Dat is inderdaad het geval. Neemt niet weg dat inderdaad mensen die nu een hoger tarief moeten betalen, dat die wel in aanmerking kunnen komen van bijzondere bijstand, zodat het netto gezien het verschil kleiner is dan u veronderstelt. Is er een advies geweest van de participatieraad? Nee, er is geen advies van de participatieraad. Dit hebben wij als college, in ieder geval dit advies hebben wij voor ogen en daar hebben we niet de participatieraad voor geraadpleegd. We weten wel hoe zij erover denken en het enige wat zij hebben gezegd van probeer die drempel zo laag mogelijk te houden. Ja, en hetzelfde zult u ook van mening zijn dat natuurlijk een positief signaal zou zijn richting de cliënten. Er was een vraag
Van u die tweede vraag, meneer Ellenboek, zou die nog één keer kunnen herhalen, want die heb ik niet goed op het netvlies staan. Had te maken met de bijzondere bijstand. Maar hoe... Ja, is het juist dat als men aan bepaalde voorwaarden voldoet, de gemeente vanuit de bijzondere bijstand de volledige eigen bijdrage vervoert? Of is het een deel? Het is dus afhankelijk van het eigen inkomen, maar het zou kunnen inderdaad dat het voor het grootste deel wordt vergoed. Maar ja, afhankelijk van de voorwaarden natuurlijk. Nou, dit zijn volgens mij de antwoorden die ik, voor zover de vragen die zich gesteld zijn, die ik op mijn lijstje heb staan. Het kan zijn dat ik de één of twee ben vergeten, maar dat hoor ik dan graag. Ik denk dat we er nog wat missen, maar ik laat het even aan de commissieleden over. Ik dacht dat er wel drie of vier waren, meneer Van Maat. Voorzitter, in ieder geval missen volgens mij nog twee antwoorden van mijn kant, althans op vragen van mijn kant. Het ging over of het dan juist is op basis van de informatie dat cliënten van Rozengaan en Carinova minder gaan betalen. Maar goed, ik heb inmiddels ook de vraag van de heer Wildvang gehoord en dan begin ik helemaal te twijfelen of we dan het voorstel goed begrepen hebben. Want als je op zich de tabel vergelijkt, dan zou je moeten concluderen dat die 8,5 euro lager is dan de huidige bijdrage. Klopt. Dus daar zou ik graag een antwoord op willen nog. En dan, hoe zit het met het opvangen van de financiële consequenties van dit voorstel? Daarom wordt gezegd van het zit in de productondersteuning bij huishouden, die ruimte is er. Maar dan is onze vraag van wat is überhaupt nog de ruimte binnen die post? Meneer Ellenbroek, dacht ik de eerste vraag, hebt u daar antwoord op gehad? Even kijken. Oh ja, nee, klopt, sorry. Nee. Ja, dat is... hoe wordt de mededeling dat de mensen 74,80 per periode betalen? Hoe wordt dat aan de keukentafelgesprek, hoe wordt daarmee omgegaan? Blijft het bij een mededeling? Worden mensen ergens op gewezen? Hoe gaat dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, en dan heb ik nog meneer Wildvang, dacht ik, de laatste vraag. Aan u het woord, meneer Wildvang. Ja, dat was nog even de vraag over dat artikel van FNV Zorg van oktober. Die concludeert dat Dalfsen niet voldoet aan de regels. Dat artikel hebt u zelf ook even op het RIS geplaatst. Waar het gewoon, elke gemeente van Overijssel wordt daar even de maat genomen. Meneer Van Martels. Nou, dan zal ik met de laatste vraag beginnen inderdaad. Dat is die FNV-check en daar voldoen we bijna op alle voorwaarden aan die check die daar bij de FNV gedaan is. Alleen op één punt daar wijken we af. Ik zal nog even zeggen op de belangrijkste punten. De huishoudelijke hulp wordt uitgevoerd door de gecontracteerde zorgaanbieders. Dat doen we. Het tweede punt is de hoogte van de eigen bijdrage voor de algemene voorziening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Ook daar voldoen we aan na vanavond. En we gaan uit van het resultaat van een schoon en leefbaar huis en leggen dit resultaat voor in een werkplan waarbij taak, frequentie en tijd is in ieder geval is opgenomen. En het enige punt waar we niet aan voldoen volgens de FNV-check is, en volgens de FNV moeten we minimaal een tarief hanteren van 25 euro per uur. Alleen wij hebben onderhandeld op basis van code verantwoordelijk marktgedrag. En dat is de reden dat we niet aan die eis van de FNV voldoen. Maar ik denk dat we een alleszins redelijk voorstel hebben. Omdat we hebben in het verleden afgesproken dat we aan die code wilden gaan voldoen. En dat doen we. En zouden we dat niet doen, zouden we niet aan die code voldoen, dan zouden we op een lager bedrag zitten. En dat we aan die code voldoen heeft trouwens ook nog de nodige financiële consequenties. We brengen nu in beeld van... Wat zijn de consequenties als we een tarief hanteren van 7,5, 8,5 en 9,5 euro per uur? Maar het feit dat we aan die code voldoen, dat alleen al kost ons ook al 50.000 euro. Dus al met al is het hele bedrag wat de consequenties zijn, die kunnen ons flink in de papieren lopen. Dat is dan afhankelijk van de keuze die u vanavond maakt, maar op basis van het voorstel dat wij doen, is die consequentie ongeveer 67.000 euro. Dat is dus inclusief eigenlijk de keuze voor 8,5 euro en de keuze dat we gebruik maken van die code verantwoordelijk marktgedrag.
Maar dat is een code die we in het verleden al afgesproken met elkaar. Dus dat hoeven we vanavond niet meer te bespreken. Maar het heeft wel een financiële consequentie, brengt het met zich mee. En als we hetgeen wat FNV voorstaat, die 25 euro in rekening zouden brengen, dan zouden de financiële consequenties nog veel hoger zijn natuurlijk. Dan de vraag van meneer Nijkamp over de tarieven. Is het nu zo dat de mensen die voorheen bij Rozengaarde en bij Carinova, dat die nu weer wat minder gaan betalen? Ja, dat klopt inderdaad. Die zitten dan straks weer op een lager tarief bij het voorstel van 8,5 euro per uur. En hoe groot is nou die financiële ruimte? Nou ja, het is best moeilijk in te schatten hoeveel dat nou precies is. Omdat we zeggen ook met de consequentie tot een maximum. Maar er is nog steeds ruimte en zeker in het sociaal domein is er nog ruimte. Om met de consequenties die wij voorspiegelen om daaraan te voldoen. Maar het exacte bedrag kan ik u zo niet geven. En hoe delen we dat nou mee, zegt u? Nou, dat hebben we eigenlijk al gedaan. We hebben eigenlijk al de cliënten meegedeeld van dat het voorstel van het college 8,5 euro is. Uiteraard gaan we de mensen natuurlijk ook persoonlijk weer benaderen. In samenspraak met de zorgaanbieders dat die nieuwe tarieven gehanteerd gaan worden. En we hebben ook al de nodige contacten gehad. De mensen hebben ons ook al gebeld van wat zijn dan de consequenties straks als straks de H1 een algemene voorziening wordt. Wat zijn dan de consequenties voor mij? En daar hebben we al de nodige telefoontjes over gehad. Dus, maar het is duidelijk dat we dat persoonlijk gaan doen, in ieder geval naar de mensen toe. Waarvan we in ieder geval weten dat ze een cliënt zijn van een van de vier zorgaanbieders. Dus in samenspraak met de zorgaanbieders gaan we dat doen. Tot zover. Dank u wel, wethouder. Mag ik nog één verduidelijkende vraag stellen? Want volgens mij hebben we elkaar toch niet helemaal goed begrepen. Akkoord. Er wordt iets gezegd door de wethouder over al dan niet die 25 euro. Dat moet ik zeggen, overzie ik even op dit moment niet. Maar het commentaar wat door FNV werd gegeven is vooral dat daar waar er nu sprake is van een maatwerkvoorziening en waar een aparte indicatie ook voor geldt, gaat nu iedereen de algemene voorziening ingeschoven worden met bijbehorende vaak hogere tarieven. Daarvan zegt het FNV en heeft inmiddels ook de rechtbank en de Centrale Raad van Broek gezegd, dat kan niet, dat mag niet, toch doen we dat. Nou, ik heb de FNV-check vandaag nog gelezen. Ze zeggen wel degelijk dat het mogelijk is om een algemene voorziening, om die in het leven te roepen, maar wel onder voorwaarden. En zorgt er dan wel voor dat de bedragen die u hanteert, dat die in ieder geval op een redelijk en acceptabel niveau liggen. Zo heb ik ze gelezen en zo worden ze ook door ons geïnterpreteerd. Meneer Royakkers. Ja, dat is een beetje mijn rol af en toe om apostel Jon d'Amour te zijn tussen die twee kanten. Want de heer Wildvang die zegt van ja, in sommige gevallen kan het dus 4 keer 400% verhoging zijn. Maar hij vergelijkt met iets wat bij de laagste inkomenscategorie hoort. En nou is mijn vraag misschien dat later nog kan komen of schriftelijk. Van wat wordt nou de eigen bijdrage van de laagste inkomenscategorie? Daar heeft hij volgens mij ook geen antwoord op gegeven. Dus dat is dan, denk ik, we vergelijken nu een beetje appels met peren. Want je vergelijkt het bedrag van de laagste inkomenscategorie van de maatwerkvoorziening met een standaardbedrag van de algemene voorziening. En dat lijkt me niet handig. Dan kun je beter ook even uitzoeken van wat nou in de laagste inkomenscategorie dan de eigen bijdrage zou worden. Meneer Van Matels, de vraag is aan u gericht, meneer Van Matels. Ik wil er even op antwoorden. Ik denk toch dat hier helaas een kansloze exercitie wordt bedreven. Want hier, zo gaan wij niet bij elkaar komen. Dit is nou het punt dat het allemaal 74 euro wordt, ongeacht de inkomensgrens. Dat is nou net het punt dat die categorie die nu voor de maatwerkvoorziening in aanmerking komt en dus een veel lagere eigen bijdrage betaalt, naar die veel hogere 74 euro wordt gebracht. En natuurlijk, ik begrijp heel goed dat er dan een bijzondere bijstand mogelijk is. Maar dat betekent wel dat waar ze nu één regeling, één indicatie hebben, ze en een algemene voorziening moeten aanvragen en vervolgens bijzondere bijstand. En dat laatste is vooral niet iedereen even eenvoudig. Daar zit een deel van ons bezwaar. Maar je kunt wel een bezwaar hebben. We gaan nu een discussie over doen die we in het verleden al hebben gevoerd.
wat dat betreft hebben we natuurlijk al een besluit genomen hoe we het wilden gaan doen. Alleen de vraag is welke tarieven er worden gehanteerd. U hoeft niet de hele discussie weer over te doen zoals we die een half jaar geleden ook hebben gedaan. Dit zijn de besluiten die toen hebben genomen. Dit is een van de uitkomsten daarvan. Dat er heel veel mensen naar de algemene voorziening gaan. Dat er nog steeds een maatwerkvoorziening overblijft. Dus die discussie is natuurlijk mosterd naar de maaltijd. Dus als nou, met alle respect, die tarief... Wilt u de discussie even via mij voeren? Ja, voorzitter, mag ik daar even op reageren? Ja, dit is natuurlijk wel even een bijzondere opmerking die de wethouder nu maakt. Natuurlijk doen de tarieven er dan wel toe. Je kan een systematiek afspreken, dat klopt. En als de tarieven dan vervolgens maken dat iemand 400% moet betalen van datgene wat hij tot nu toe heeft betaald, dan moet u mij niet kwalijk nemen dat ik nog eens een keer daarop terugkom. Meneer Van Matels? Dat noemen we framen, geloof ik, hè? Dat u nu in één keer het percentage van 400% nu gaat noemen, terwijl het slechts incidenteel zo is dat mensen echt veel meer moeten gaan betalen. We proberen juist met dit voorstel, en daarmee komen we volgens mij ook wel tegemoet aan de wensen die u heeft, dat we, dat we die drempel zo laag mogelijk willen houden, gegeven het feit dat we een bepaalde systematiek hebben afgesproken. Dus ik denk dat we een uitermate sympathiek voorstel komen, om in ieder geval te zorgen dat het nog steeds aantrekkelijk blijft voor mensen die gebruik moeten maken van de huishoudelijke hulp, dat ze op een, een relatief goedkoop niveau nog steeds diensten kunnen afnemen bij de zorgaanbieders, waar ze in het verleden al een goede band mee hebben opgebouwd, waar ze graag contractering van willen behouden. Dus in feite lopen wij niet zo ver uiteen, denk ik, in de gedachtegang. Alleen u probeert nu te zeggen dat die 19% een verhoging geeft van een dusdanig percentage, waarvan ik denk, nou, dat is in de praktijk bij lange na in de meeste gevallen niet zo, omdat mensen inderdaad ook nog onder bijzondere omstandigheden gebruik kunnen maken van bijzondere bijstand. En het tarief veel lager is dan u nu voorstelt. Dank u wel, heer Van Matels. U hebt, zoals u zegt, een sympathiek voorstel hier aan de orde gebracht. Ik wil graag over naar de opinierende ronde en dan zullen we bekijken hoe sympathiek of die is. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Ramermans, CDA. Dank u wel, voorzitter. Wij als CDA vinden het belangrijk dat onze inwoners beschikken over een schoon en leefbaar huis, ongeacht hun vermogen. Door het tarief laag te houden, voorkomen we dat mensen het anders gaan regelen met het risico op vervuilde huishoudens. Daarnaast heeft de huishoudelijke hulp ook een signaleringsfunctie, zoals de heer Van Matels net ook al duidelijk aangaf. En als gemeente zien we continu dat we zoekende zijn hoe we de doelgroepen in beeld krijgen, bijvoorbeeld de eenzame ouderen of andere situaties. De huishoudelijke hulp kan daar een signalerende rol in vervullen. En wij zijn dan ook voorstander om te kiezen voor scenario 1 in plaats van 2, om het bedrag nog lager te houden. En ik hoor nu discussies en denk, nou, volgens mij heb ik de rest wel mee, want iedereen zit op die kosten. Dus wij gaan voor die 7,5. Dat kost dan 40.000 extra, dat weten we. Maar wij vinden erg van belang dat die signalerende functie aan de orde is. En ik denk dat we daarin ook wel weer geld terugverdienen op een ander vlak. Dus dat is ons. Dank u wel, mevrouw Ramerman. Meneer Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. Om te beginnen zijn wij het met u eens dat het wenselijk is om de nieuwe eigen bijdrage zo snel mogelijk vast te stellen. Zowel bij u, maar ook bij ons komen er vragen over de hogere eigen bijdrage en de verschillen per zorgaanbieder. En wat moeilijk te begrijpen is en ook niet uit te leggen, is dat voor iedereen de eigen bijdrage even hoog. Er wordt niet meer gekeken naar inkomen of draagkracht. Wij vinden het een goed idee om met een vaste eigen bijdrage voor alle zorgaanbieders te werken. Dit schept alleen maar duidelijkheid bij de inwoner. Belangrijk is tevens de communicatie naar de inwoners. Wij verzoeken u om erop toe te zien dat dit zorgvuldig en op tijd gebeurt. Van belang hierbij vinden wij ook dat men gewezen wordt op een eventuele tegemoetkoming middels de bijzondere bijstand. Ook zijn wij benieuwd naar het onderzoek over het gebruik van de algemene voorziening en het niet meer gebruik maken daarvan in relatie tot de eigen bijdrage. Wij zijn tevens ook benieuwd naar de extra aanspraken op de bijzondere bijstand ten gevolge van de hogere eigen bijdrage. Voorzitter, gezien het grote aantal inwoners dat van huishoudelijke hulp 1 naar de algemene voorziening gaat en het belang dat we hechten aan het zoveel mogelijk meedoen van de inwoners, zijn wij van mening dat wij voor een zo laag mogelijke eigen bijdrage moeten gaan. En wij steunen hier dus ook het scenario 1 van het CDA. We gaan meer met het CDA. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Tot zover. Meneer Nijkamp, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Het feit dat er geen advies is gevraagd, had nog niet echt op dit voorstel van de participatieraad. Dat vinden we wel, om het maar zo te zeggen, slordig. Daar waar we zo meteen spreken over de evaluatie en allerlei mooie intenties, zou je deze toch niet moeten hebben laten lopen. Als het gaat over de keuze, zeg maar, voor die 8,5, bekruipt ons toch het gevoel dat er een aantal casussen onder zitten die nog meer consequenties hebben dan die in dit stuk blijken. Wij zouden in die zin willen voorstellen twee dingen te doen nog tot de gemeenteraadsvergadering. Namelijk toch dat advies inwinnen, dat is één. En twee, aan de hand van een paar casussen helder maken wat nou precies de consequentie is. En zeker ook een paar casussen waarin we te maken krijgen met de mogelijkheden van bijzondere bijstand. Dat helpt wel in het begrip van dit voorstel. En het helpt denk ik ook in de communicatie naar de burgers toe. Want blijkbaar is dit helemaal nog niet zo eenvoudig uit te leggen. Het is goed om dit zo snel mogelijk vast te stellen. Ja, dat had misschien zelfs al wel vorige maand gemoeten, maar goed. In ieder geval de eerste maand van dit jaar gaan we dat dan doen. De hoogte die is bepaald op basis van een aantal argumenten. Voorkomen van zorgmijders, het voorkomen van een zwart of een grijs circuit. En tegelijkertijd acceptabel voor de gemeentelijke kas. En dan kom je eigenlijk toch ook weer bij de financiële ruimte in dit onderwerp. Dat is niet echt duidelijk. Dus voordat we nou zomaar zeggen van nou we gaan naar die 7,5 toe, denk ik dat daar dus ook wel even wat huiswerk nodig is. Dus dat zou wat ons betreft het derde verzoek zijn aan het college om dat nog te regelen voor de raadsvergadering. En tot die tijd wachten we even met ons oordeel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Wulfsvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. De bijdrage die is dan wellicht niet onredelijk hoog en ligt wellicht beneden dat tarief zoals dat in het zwarte circuit, ja, sorry, ik heb nog even geen andere term gehoord, wordt betaald. Maar als je dan afhankelijk bent van die zorg en het gewoon niet zelf kan doen en vervolgens ook het geld niet kunt ophoesten, terwijl je het wel nodig hebt, dan is dat wel een lastig, ingewikkeld probleem. En ik snap heel goed dat de manier waarop ik het voorleg zich maar een aantal gevallen, een klein aantal gevallen zal voordoen. Dat realiseer ik me heel goed. Maar juist om die gevallen gaat het ons. Dat is nou net waar we aandacht voor vragen. En om nu het voorstel zoals het er ligt te framen als een sympathiek voorstel. Dat is ook een vorm van framing. Laten we dat maar even één op één doen. Dat gaat bijna wat te ver. Want ik ben echt bang dat er een aantal zorgmeiders zullen ontstaan door deze regeling. Neem niet weg dat de Partij van de Arbeid evengoed ook wel voorstander is van één tarief. En dan wel het laagste. Dus daarin vinden we elkaar snel. Maar ik roep de wethouder echt op om aandacht te hebben voor dat kleine aantal gevallen mogelijk, die hier mogelijk buiten de boot gaan vallen of die als zorgmeider zullen wegvallen. Kijk goed of en in hoeverre daar de bijzondere bijstand een oplossing kan bieden. En ik geef nog graag even mijn steun aan het voorstel van de heer Nijkamp om ook de participatieraad toch nog even te vragen wat ze ervan vinden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. De heer Wildvank steunt het voorstel van de ChristenUnie voor de participatieraad, maar kennelijk niet het voorstel om nog heel even te wachten met ook sympathieke gestes om het allerlaagste tarief te nemen. Want hij vraagt ook om een nader onderzoek wat er gaat gebeuren voor mensen met de laagste inkomens. En daar hint ik ook al eerder naar. Wat is nou de eigen bijdrage die mensen moeten gaan betalen die moeite hebben om dit op te hoesten, zoals de heer Wildvank zegt. Dat is mij niet bekend en ik hoop dat dat wel bekend gaat worden voordat we daar in de raadsvergadering over moeten spreken. Want om nou maar, uit sympathie met misschien, zoals dan gezegd wordt, een beperkte groep die het moeite heeft om dit te betalen, het hele tarief voor alle burgers dan maar te verlagen ten koste van de gemeentekas, dat gaat mij op dit moment, zonder dat ik meer informatie heb, ook al wat te ver. Want dan zouden mensen zoals u en ik ook voor dat lagere tarief zo'n huishoudelijke hulp kunnen krijgen, denk ik dan.
Nou ja. Maar wel met het vermogen, toch? Dus ik vind toch dat we het zorg voor zorgmijders en mensen die het niet kunnen betalen op moeten passen met voor iedereen het tarief te verlagen. Dus ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. En verder zien we dan wel op de raadsvergadering wat onze stem gaat worden. En ik heb nog wel wat suggesties om in plaats van het mijns inziens niet juiste zwarte circuit, dan te kunnen spreken over het informele circuit of het contante circuit. Maar ik denk dat de wethouder ook wel begrijpt, zeker in de landelijke politiek waar hij ambities heeft, hoe belangrijk is om de woorden goed te kiezen. En je moet ook niet mensen wegzetten zoals dat tegenwoordig heeft met onjuiste benamingen. Dus ik geef toch in overweging om een van die andere termen te gebruiken. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat wij ook graag het voorstel van de ChristenUnie volgen. Zowel het onderzoek naar de mensen met de allerlaagste inkomens, wat voor consequenties dit heeft, en het advies inwinnen bij de participatieraad. Dus ook wij komen hierop terug, straks met onze meningsvorming tijdens de gemeenteraad. Het duurt nog een jaar en twee maanden, meneer Veldhuis. Meneer Van Martels, de meerderheid heeft het over scenario 1. Maar eigenlijk krijgen we ook heel veel oproepen dat hij nog wat aan moet leveren. Advies inwinnen bij de participatieraad. Wat casus inbrengen, de financiële ruimte. Kleine aantal gevallen die wegvallen en waardoor zorgmijders ontstaan. Hebt u daar nu 1, 2, 3 alle antwoord op? Of zegt u van ik kom daar op terug met de raadsvergadering over 14 dagen? Ja, aan u het woord. Nou, het is inderdaad goed als het gaat om de participatieraad om die inderdaad nog eens even te bevragen van hoe kijkt u nou hier tegenaan? Hoewel ik natuurlijk het antwoord wel ken. Want ik heb al vaker met ze gesproken. Uiteraard willen zij graag die drempel zo laag mogelijk houden. Dus zij zullen ongetwijfeld ook voor het scenario 1 kiezen. Maar voor de zorgvuldigheid zou ik het zeker doen. Dat wil ik nog eens, dat is ook de reden dat we ze niet bij hebben betrokken. Want het is zo voor de hand liggend natuurlijk. Iedereen wil graag dat die drempel zo laag mogelijk blijft. Wij ook. Maar we moeten wel goed kijken naar de financiële consequenties. Vandaar dat we met het scenario 2 naar voren kwamen. Maar iedereen die beseft gewoon dat je die drempel zo laag mogelijk moet houden. Dus, maar voor de zorgvuldigheid wil ik dat zeker doen. En als u vraagt naar extra casussen, we zullen eens kijken van wat de mogelijkheden zijn. We gaan er geen uitgebreid onderzoek op loslaten. Dat is echt niet de bedoeling, denk ik. Maar we kunnen wel even misschien ter verduidelijking nog even een aantal zaken naar voren brengen. En dat lijkt me alleen maar goed voor de besluitvorming. Want het zou mooi zijn als zo'n belangrijk onderwerp in ieder geval met een unaniem kan worden besloten tot iets waarvan we denken van hier moeten we mee verder gaan. En daar staat iedereen volledig achter. Dus dat wil ik graag doen. En in welke vorm dat dan tot uiting komt, dat komt de raad wel onder ogen. En de financiële ruimte en zorgmeiders? Nou ja, het laatste wat ik zei, dat betekent dat ik zo zorgvuldig mogelijk probeer de antwoorden te geven op de vragen die gesteld zijn. En als we iets kunnen verduidelijken, dan gaan we dat zeker doen. Akkoord, dank u wel. Dit horende kan ik concluderen dat we dit als bespreekstuk naar de gemeenteraadvergadering van over 14 dagen brengen. Waarbij de wethouder ons nog zal voorzien van de nodige documentatie. Waardoor wij nog beter ons oordeel kunnen gaan maken. Daarmee is dit agendapunt afgenomen. Gaan we verder met punt 5 van de vergadering. Verlenging ombudscommissie en tweede rapportage. Ook hier is verantwoordelijk wethouder de heer Van Martels. Voorbereidend besluitvormend. Dit agendapunt is eigenlijk twee voorstellen in één. Zoals eerder toegezegd wordt de rapportage van de ombudscommissie nu direct geagendeerd voor bespreking. Daar kan de raad kennis van nemen. De commissie zelf is aan het eind van zijn periode. En dan is het de vraag of de commissie moet doorgaan of stoppen.
De ombudscommissie is ingesteld door het college. De leden zijn benoemd door de raad. Van de raad wordt gevraagd om instemming om door te gaan. En daarmee de benoemingstermijn te verlengen. Zoals ik al gezegd heb, in twee rondes. Informerend, opinierend. En wie mag ik in de informerende ronde het eerste het woord geven? Meneer Koetsiers, CDA. Dank u, voorzitter. Op de agenda staan twee onderwerpen die wat ons betreft heel dicht bij elkaar liggen. Dat is het onderwerp van de Ombudscommissie en van de Participatieraad. Bij het onderwerp van de Participatieraad wordt ook al eventjes aangehaald en aandacht besteed aan het eventueel wel of niet samenvoegen. Nou, ik heb gelezen wat daar staat. Toch zouden wij die vraag nog een keer aan het college willen stellen, nu na twee jaar Ombudscommissie. Wat zou nou gebeuren als het... Volgens het college als we deze commissie met de participatieraad zouden samenvoegen. Wat zou er dan gebeuren? Dat is de vraag. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Ik kijk even verder rond. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen hierover. Eerst eens, hebben de leden van de Ombudscommissie zelf ook ingestemd met die verlenging? Dat wordt, zou je tussen de regels kunnen doorlezen, maar we willen graag daar nog wel even wat zicht op. Twee, wat zijn de ervaringen van het college en de afdeling met de Ombudscommissie? Kunt u daar iets op toelichten? Wat zijn de kosten voor deze commissie per jaar? En als de commissie er zelf was geweest, had ik daar misschien nog graag wat vragen willen stellen, maar dat gaat natuurlijk dan vanavond niet, dus ik doe het dan toch maar aan de wethouder. En dat is eigenlijk, er zijn twee vragen. Eén is van de behandelde meldingen. Hebben die nu ook geleid tot een wijziging van indicaties? Dat haal je niet uit de verslaglegging. Er wordt wel gezegd van daarna is het tweede gesprek in tevredenheid of tot tevredenheid verlopen. Maar heeft dat nou feitelijk geleid tot andere indicaties? En tweede vraag is van... Zijn er ook suggesties bij de vereenvoudiging van de continuering van leerlingenvervoer? Dat is een van de klachten of casussen geweest. Maar er wordt verder geen aanbeveling aan verbonden. En onze vraag is van, zouden we dat niet moeten doen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Ellebroek, gemeentebelangen. Ja. In de rapportage vraagt de Ombudscommissie aan de gemeente om nieuw beleid waar het gaat om een voorziening voor ouders van chronisch zieke kinderen die voorheen een tegemoetkoming van het CAK ontvingen. Het huidige beleid is gericht op mensen ouder dan 18 jaar. U heeft hier in uw beantwoording niet op gereageerd. Wij zijn echt benieuwd wat u hiermee gaat doen. Dank u wel, meneer Ellebroek. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik vond de rapportage duidelijk en het advies ook. Ik heb alleen een vraag over de data. Want het is een rapportage van het eerste half jaar, respectievelijk tot en met augustus. Hij is gedateerd in september en het voorstel van het college op 13 december. En we hebben het in januari in behandeling, terwijl het over strikt genomen over het eerste half jaar van 2016 gaat. Mijn vraag is dat niet een beetje allemaal erg laat? Meneer Veldhuis, dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb nog een aanvullende vraag. In het stuk zien we ook in de rapportage zien we ook staan dat de Ombudscommissie zich zorgen maakt over consequenties van de participatiewet voor hun cliënten. En het gevolg van begeleiding als een cliënt gaat verhuizen naar een andere gemeente en dan de urenvermindering van huishoudelijke ondersteuning. Mijn vraag is, gaat u hier dus nog iets mee doen? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Van Martels, mag ik u het woord geven? Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag van het CDA gaat over... Zou het niet voor de hand liggend zijn om de participatieraad en de ombudscommissie samen te voegen? Nou, u heeft misschien ook het rapport van HM gelezen. Daarin wordt duidelijk gesteld, laten we dat nou vooral niet doen. Want de participatieraad die heeft meer... Nou ja, betrekking op het beleid, over de beleidsvelden, terwijl de Ombudscommissie meer op individuele situaties ingaat. En nee, die suggestie die wordt eigenlijk wel verworpen en daar zijn beide commissies het ook wel over eens. Dus dat zijn we ook niet van plan om te gaan doen. Het is eerder de vraag van,
We hebben nu een verlenging, spreken we over van 2 jaar van de Ombudscommissie. Wat gebeurt er daarna? Is het niet zo dat we misschien dat die Ombudscommissie uiteindelijk straks overbodig is? Dat zou heel mooi zijn. Als blijkt dat het beleid dusdanig is geïmplementeerd, dat het, en dat er weinig individuele vragen en klachten naar voren komen, dan is het misschien zo dat je over 2 jaar kunt zeggen van nou, die Ombudscommissie heeft zich overbodig gemaakt en we gaan alleen verder met de participatieraad. Want dat is in ieder geval een orgaan waar we zeker verder mee willen. En hebben de Ombudscommissieleden zelf ingestemd met het feit dat ze 2 jaar langer doorgaan? Dat hebben ze inderdaad. Zowel alle 3 leden die gaan, voor zover ik weet, ook gewoon door. En zijn blij ook dat ze door kunnen en mogen gaan. Dus dat stemt alleen maar tot voldoening. Wat zijn onze ervaringen met de Ombudscommissie? Dit kunt u ook wel in het verslag lezen, uit het verslag opmaken, dat het heel goed landt. Ook bij de, in ieder geval bij onze eigen medewerkers. In eerste instantie werden de klachten en de suggesties van de Ombudscommissieleden ook nog wel eens gezien, soms als kritiek. En dat zie je nou helemaal niet meer. Nu zien we het alleen maar bijna als een soort, om een goede manier om met elkaar in gesprek te komen. En dat verloopt op een uiterst plezierige manier. Dat staat ook in het verslag van de Ombudscommissie zelf beschreven, dat ze wat dat betreft echt tot elkaar zijn gegroeid en tot elkaar zijn gekomen. En dat is ook al een goede basis om zeker 2 jaar weer verder met elkaar in zee te gaan. Dus positief zoals zich dat ontwikkelt, laat maar zeggen. Dan worden er nog een aantal zaken genoemd en waarvan u vraagt van hoe gaan we met die aanbevelingen om? Hoe gaat het om met leerlingenvervoer om? Hoe gaan we met chronisch zieken om? Dat zijn wat mij betreft wel zaken, daar zou ik een antwoord op kunnen geven, maar ik denk niet dat ik dat nu moet doen. Het gaat nu over de Ombudscommissie, over hun manier van optreden. En het belangrijkste is dat we natuurlijk die aanbevelingen die de Ombudscommissie doet, dat we daar oog voor hebben en dat we daar tot verbeteringen willen komen. En die verbeteringen die zien we niet altijd meteen morgen, maar wel in het beleid dat we hebben natuurlijk. We hebben bestaand beleid, maar we houden wel rekening met de opmerkingen die worden gemaakt. En als we ze binnen het bestaande beleid kunnen inpassen, dan doen we dat. En anders nemen we het mee in de beleidsstukken die nog op ons staan te wachten. Dus en het belangrijkste volgens mij is ook in wat u opmerkt, wat ik links en rechts hoor, van heb oog voor die suggesties die worden gedaan en doe daar wat mee. Nou, dat willen we ook graag doen, maar dan gaan we in gesprek met de Ombudscommissie. En ik kan nu niet op detailniveau ingaan op al die onderdelen die werden genoemd. Dus ik hoop dat de commissie daar in dit geval, voorzitter, genoegen mee neemt. En anders wil ik met alle plezier ook wel zorgen voor enige schriftelijke onderbouwing. Als dat misschien leidt tot nader begrip. Met alle plezier. Ik kan er nu op dit moment ook onvoldoende over zeggen. En ik wil er eigenlijk ook niet te veel op ingaan. Omdat het nu niet gaat over die specifieke casussen. Maar meer gaat over de Ombudscommissie in zijn functioneren daarvan. Ja, en het bespreken van de rapportage van de Ombudscommissie zelf. Dat is waar. Maar daarin staat natuurlijk ook wel, zoals we ook in het voorstel naar voren laten komen, van dat we de meeste aanbevelingen die ook gedaan zijn, dat we die al deels tot ons hebben genomen en anderszins gewoon op ons willen laten inwerken om te kijken wat we daarmee kunnen doen. Oké, wethouder. Zal er inderdaad nog een 5-tal vragen waar u niet direct op in wil gaan. En dan even naar de commissie. Voorzitter, inderdaad. Ik wil natuurlijk wel op ingaan. Het was ook nog over die datum van D66. Die vraag van waarom wordt het nu pas behandeld, terwijl het een overzicht is van het eerste half jaar. Het viel mij ook op hoor, dat laat tot u komt. En laat ik in ieder geval dan de belofte doen dat als het gaat over de rapportage over de tweede helft van 2016, dat u in ieder geval dat het niet meer zo lang mag duren voordat u die onder ogen krijgt. Dus daar moeten we gewoon hard aan werken. Dat gaan we zeker doen. En de vraag van de VVD? Over de aanbevelingen? Andere gemeenten, verhuizing van cliënten? Andere tarieven? Die andere tarieven, ik moet eerlijk zeggen dat ik die vraag even niet meer weet.
dat de ombudscommissie zich zorgen maakt over de consequenties als het gaat om vervolgbegeleiding bij verhuizing naar een andere gemeente. En inderdaad, ze maken zich eerder zorgen over dat in de andere gemeenten die tarieven hoger zijn dan in Dalfsen. Dus dat is meer een compliment voor het feit aan onze gemeente dat die tarieven in Dalfsen zo laag zijn. Dat als mensen gaan verhuizen, dat ze dan in de situatie terechtkomen dat ze worden geconfronteerd met hogere bedragen. En ik ben blij dat u het even opmerkt. Dan, ik lees altijd die stukken waar toch al complimenten worden uitgedeeld. Ja, daar ben ik dan minder kritisch op. Maar het is in ieder geval weer een moment om inderdaad te benadrukken dat we in Dalfsen met lage tarieven werken en dat het goed wordt ontvangen. Oké. Even kijken, de vragen die overblijven. Mag ik daar even een reactie van meneer Nijkamp en de heer Ellenbroek, meneer Nijkamp? Twee dingen wat mij betreft. Wat zijn nou de kosten voor het voorstel? Er wordt al gezegd waar het uit het gedekt wordt, maar hoeveel dat daar uit gedekt wordt is helemaal niet duidelijk. En dat hoort wel bij een besluit. En het tweede punt is dat voorstel over het leerlingenvervoer. Dat is namelijk niet een advies van de ombudscommissie, maar wat ons betreft wel een zinvolle opmerking die gemaakt wordt. En onze vraag is of de wethouder wil toezeggen om daar nog eens naar te kijken. Of die procedure bij continuering van leerlingenvervoer naar een volgend schooljaar, of dat vereenvoudigd kan worden. Meneer Ellenbroek. Ja, goed. Ik had dus gevraagd naar het huidige beleid wat gericht is op 18 jaar en ouder. En u heeft hier in uw reactie niet op gereageerd. Maar goed, dan zegt u van ja, dat is staand beleid, daar zijn we mee bezig. Maar goed, wordt daar dan ook echt wat mee gedaan? Kijk, want volgens mij is dat een reëel probleem. Meneer Van Mattels. Als het gaat over die kosten, daar zal ik voor zorgen dat u dat op de cent nauwkeurig te horen krijgt van wat het momenteel wat daarvoor in rekening wordt gebracht. Of wij in rekening krijgen, laat ik het zo zeggen. En over het leerlingenvervoer is het wel belangrijk om te weten van hoe zit het nou precies. Het enige wat ik wel weet dat in de laatste jaren als het gaat om leerlingenvervoer natuurlijk enorme besparingen hebben weten te realiseren. Maar daar gaat uw vraag niet zo specifiek over. Het gaat veel. Nee, dus en ik wil er wel goed naar kijken. Ik bedoel, daar is iedereen bij gebaat. Dus ook nog voor de raadsvergadering wil ik in ieder geval u dat tegemoet laten komen hoe dat precies zit. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de vraag die u stelt, meneer Ellenbroek, ook. Ook daar wilt u natuurlijk een goed antwoord op hebben. En dan kan ik op dit moment, heb ik dat niet paraat, hoe we dat nou precies doen. En hoe we dat eventueel aanpassingen zouden kunnen doen. Dus wat dat betreft, belofte van mijn kant om dat aan tegemoet te komen. Dank u wel, wethouder. Dan ga ik over naar het opinierende gedeelte. En wie mag ik als eerste daarvoor het woord geven? Of besluitvormend? Opinierend. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. Allereerst willen wij het college danken voor de rapportage van de ombudscommissie. En vooral ook, ze zijn er niet, maar voor al het werk wat de leden van de commissie hebben gedaan. De inzet voor onze inwoners van onze gemeente. Kijkend naar de cases denken wij dat de ombudscommissie absoluut een zinvolle bijdrage heeft geleverd. Toch blijft die vraag over samenvoeging voor ons wel staan. In hoeverre kan die commissie samengaan met de participatieraad? Is het juist niet zo van dat die beide organen elkaar juist kunnen versterken als ze samengaan? Het maakt, denken wij, de communicatie naar de inwoners helderder. En na 2 jaar zinvolle ombudscommissie denken wij dat het ook past bij de volgende fase van de decentralisatie, namelijk de transformatie. Toekomen wat uiteindelijk het doel van de decentralisatie is, namelijk meer en dichter bij de inwoners, daar waar het uiteindelijk om draait. We zijn zeker geen voorstander van het opheffen van de ombudscommissie of de rol daarvan, wel voor het versterken van de rol. Overigens, ik heb net het antwoord van de wethouder gehoord. Bedankt ervoor. En het antwoord zal ik meenemen terug naar de fractie. En dan zullen we bepalen hoe we straks in de gemeenteraad gaan stemmen. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Royakkers. Dank u wel, voorzitter. Kan ik meteen op toch een beetje reageren op wat het CDA wil. Ik denk dat dat toch ook thuis hoort in deze arena.
Want ik ben namelijk in dit geval volstrekt eens met de wethouder, omdat de ombudscommissie is eigenlijk een invulling van waar wij ook als D66 helemaal in het begin van de 3D-discussie om hebben gevraagd. Ik heb dat toen een troubleshooter genoemd, om te voorkomen dat mensen tussen de wal en schip raken, dat zeg maar, de regels niet toelaten dat toch gebeurt wat de intentie was. Nou, het college en misschien ook wel de staf gruwde een beetje van het woord troubleshooter. Het kwam ook te veel uit bedrijfsleven. En het leek net alsof dat dan iemand ging bepalen die de baas zou worden van de wethouders. Maar dat is allemaal niet zo. We hebben dat ingevuld met die ombudscommissie. Maar de taak is denk ik hetzelfde. Kijken van als er echt klachten zijn van er zijn mensen die tussen de wal en het schip vallen. Dat die ook helpen beoordelen van of dat er iemand tussen de wal en het schip gevallen is. En of dat de regels dit ook wel bedoelde. En of dat er misschien een mouw aan te passen valt, enzovoorts. Dus dat is toch een essentieel andere functie dan de participatiecommissie, die adviseert, gevraagd en ongevraagd, met hun kennis vanuit het brede veld over het hele beleid. Dus in die zin steun ik u van harte en D66 steunt ook om het nog een keer voor 2 jaar te verlengen. Dus daar hoeven we niet voor terug naar de fractievoorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ik heb begrepen dat meneer Koetsier nog even op u wou reageren. Een hele korte reactie. Ik heb niet gezegd dat ik de rol van de ombudscommissie betwijfel, maar ik stel zelfs voor, ik kan me zelfs voorstellen dat de rol versterkt wordt als je beide organen samenvoegt. Dus ik zie de meerwaarde van het losstaan niet. Dus ik denk zelfs dat het kan versterken. Absoluut niet de bedoeling geweest om de rol ter discussie te stellen. Dank u. Dank u wel voor deze toevoeging, meneer Koetsier. Dan kijk ik even verder. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie is blij met de ombudscommissie zoals die functioneert. Prima rapport ook opgeleverd. Wat ons betreft mag die ook zeker 2 jaar door, gelet op de positieve ervaringen. En wij zouden er op dit moment ook voor kiezen om dat ook als een zelfstandig orgaan te laten functioneren. Dat is een compacte commissie met andere kwalificaties dan het gemiddelde lid van de participatieraad. Dus in die zin voorlopig maar even apart laten staan. Inhoudelijk hebben we nog 2 punten. Allereerst naar de financiën, die komen nog, hè, dus die horen we dan nog. Het tweede punt gaat over toch de reactie van het college op het aspect het in kaart hebben van de mantelzorgers. Dat is een terugkerend element. Wat we hier denk ik al een paar jaar met elkaar als een vrij forse uitdaging zien. En dan vinden we toch het antwoord wat mager wat daar gegeven is. Zo missen we bijvoorbeeld het initiatief van het zorgcafé wat is gestart. Maar in het algemeen hebben we het idee dat, ja, dat opnieuw nu wordt aangewezen dat hier een probleem zit. Ik denk dat we toch nog eens even een tandje moeten bijschakelen op dit onderwerp. Dat zou onze suggestie zijn. Maar dat horen we graag van het college. Zoals het in ieder geval nu verwoord is, hebben we nog niet de indruk dat wij binnen een jaar nu substantieel betere resultaten hebben. Dat gezegd hebbende zijn we wel van plan om het gewoon te steunen. Het voorstel om 2 jaar door te gaan. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. In het raadsvoorstel wordt de link genoemd van de ombudscommissie naar de participatieraad. Wat ons betreft is dit prima, zolang de beide organen hun eigen taken goed in het vizier houden. Afstemming tussen de participatieraad en de ombudscommissie is belangrijk, maar er moet geen vertroebeling plaatsvinden. Wij vinden het goed dat contact is gezocht met de WMO-consulenten en dat er een uitwisseling is geweest om de samenwerking te bevorderen. De PR-campagne ten behoeve van het in beeld brengen van mantelzorgers en het onder de aandacht brengen van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers juichen wij toe. Als wij goed zijn ingelicht, treedt de mantelzorgmakelaar per 1 februari in dienst en volgens mij ook mantelzorgconsulenten. Dus meneer Nijkamp, u wordt op uw wenken bediend. Het college neemt de aanbevelingen van de ombudscommissie serieus en gaat hiermee aan de slag. Wij zijn blij met de voorgestelde acties van het college. Voorzitter, wij ondersteunen de wijziging van het instellingsbesluit. Uit de rapportage blijkt dat de ombudscommissie goed werk verricht ter ondersteuning van inwoners die vragen hebben over of problemen ondervinden met alle mogelijke aspecten in het sociaal domein. De transformatie is nog in volle gang en zolang deze loopt, dient volgens ons de ombudscommissie te blijven. In de komende 2 jaar zal blijken of een verlenging met 2 jaar voldoende is. Tot zover, voorzitter. Wij stemmen in met het instellingsbesluit.
Dank u wel, meneer Ellenbroek. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Wij vinden de rapportage verder duidelijk. Wij gaan ook verder akkoord met het voorstel om de ombudscommissie te verlengen. Dank u wel. Alles over meneer Wulsvank, ik had er geen grote vraag pleitbezorger. Precies, ik had er wel geen vraag over gesteld, maar ik vind er wel wat van. Dus, aan u het woord. Dank u wel. Ja, wat uit de rapportage en met name de aanbevelingen maken wij in ieder geval op dat de communicatie door en vanwege de gemeente hier iets is wat nog wel wat de wensen overlaat. En de verlenging van de instellingsperiode van deze commissie is in zichzelf dus een goed idee, alleen al om dit communicatiepunt. En ik geef er ook gelijk even een voorbeeldje bij. Van het weekend ben ik even naar de pagina van de commissie gesurfd. Maar daar zit een mooie link achter en die verwijst gewoon naar zichzelf. Dus je komt in een soort deadlock terecht, waarbij je steeds op dezelfde pagina die naar de ombudscommissie wil verwijzen, terechtkomt. Het feit dat dat kan gebeuren en dat dat ook niet opvalt, dat vinden wij veelzeggend. Wat betreft het samenvoegen van deze commissie met de participatieraad, ik snap de gedachte wel, maar daar zijn wij niet direct voor. Ik steun ook graag het punt wat de wethouder daar maakt. Het een ziet toch meer op het beleid, de ander meer op de individuele casus. En dat moet je niet zomaar willen samenvoegen, want je komt wellicht ook in de constructie terecht van de slager die zijn eigen vlees keurt. Maar dat gezegd hebben, dan zijn we wel voorstander van dit voorstel om het te verlengen, dus graag eens. Dank u wel, meneer Wildvank. Dit overziend en de overgrote meerderheid eens is met verlenging van de ombudscommissie termijn. Maar dat er toch nog wat vragen over blijven waar de wethouder nog een schriftelijke reactie op wil geven. Over de financiën, in kaart hebben van mantelzorgers, de communicatie iets te wensen overlaat, lees ik. Concludeer ik toch dat dit als bespreekstuk naar de gemeenteraad kan. Ik wil het ook niet uit elkaar trekken, want van het rapport wordt gevraagd kennis te nemen. En aan de andere kant in dit voorstel moeten we besluiten over de verlenging. Dus ik wil het toch bij elkaar houden en dit daarom ook als bespreekstuk naar de gemeenteraad over 14 dagen brengen. Daarmee is dit agendapunt afgesloten en gaan we verder met punt 6 van de agenda. Voordat we aan de koffie gaan, de gewijzigde statusleiding, verantwoordelijk wethouder, de heer Agricola, voorbereidend besluitvormend. Aan de raad wordt voorgesteld om de statusleiding te continueren, zoals dat ook in de woonvisie is opgenomen. Dat gebeurt via het vaststellen van de verordening statusleiding 2017 en daar €250.000 voor uit te trekken via lening. Behandeling in twee ronden, informerend, opinierend en wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u wel, voorzitter. Want wij hebben een aantal vragen en die hebben niet zozeer betrekking op het beschikking stellen nu van die 2,5 ton, maar meer op dat wij wel behoefte hebben aan een doorkijkje naar de toekomst toe. En daartoe wil ik ook even melden dat ik de vragen vooraf al toegezonden heb naar de afdeling en de wethouders, dat ze daar in ieder geval iets op konden voorbereiden. Niet in de veronderstelling alle antwoorden meteen te hebben, maar goed, wellicht wat we hebben nu kunnen we al meenemen. Ik had vier vragen doorgezonden. De eerste is, hoe schat het college de behoefte aan statusondersteuning in voor de komende jaren? Als tweede vraag, denkt het college dat ondersteuning van verkoop van bestaande woningen nog lang nodig is? De derde, als de eerste of de tweede vraag het antwoorden daarop van toepassing zijn, welk bedrag aan extra stortingen denkt het college nog nodig te hebben om de regeling draaiend te houden, gezien de toenemende revolverende instroom? En als laatste, hoe ziet het college de inzet van die eventueel nog extra benodigde geldstroom in perspectief tot andere ondersteuning behoevende onderwerpen binnen de gemeentelijke begroting? En daar hebben we het over een advies aan deze raad in zaken de relatieve belang van die middelen. En ik besef dat dat niet op een achterkant van een sigarenkistje meteen heeft beantwoord kon worden, dus daarom vooraf toegezonden en ik hoop dat u al enige antwoorden kunt geven.
Dank u wel, meneer Lochtenberg. Ik kijk even verder rond. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Eén vraag, voorzitter. We lezen in het stuk dat er vanaf dit jaar, vanaf startdatum, verplicht is om meteen ook af te lossen. Verwacht de wethouder dat dat, of dat effecten heeft op het beroep wat op deze regeling gedaan gaat worden? Dank u wel, meneer Nijkamp. Verder zie ik geen lampjes branden. Meneer Royakkers. Nou ja, ik denk dat de heer Van Martel zelf wel antwoord geeft op die vraag. Maar het is Agricola bedoelt u? Of Agricola. Ik wil gewoon als de opmerking komt straks nog. Ik mag nu wel een vraag stellen, voorzitter. Eerder heb ik al eens bij dit onderwerp vragen gesteld over of er veel oninbaar is afgeboekt. En u heeft dan steeds gezegd nee. Kunt u bevestigen dat het nog steeds niet zo is en dat er ook nauwelijks betalingsachterstanden zijn? Dan worden we even bijgepraat met de huidige stand van zaken. Dat was eigenlijk mijn vraag. Dank u wel, meneer Royakkers. Verder niet. Meneer Agricola. Voor u de microfoon. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik begin even met de vragen van de heer Lochtenberg. Heer Lochtenberg, ik kan u zeggen dat we op al uw vragen een antwoord hebben. Ik ga de vragen niet beantwoorden, die heb u net genoemd. Ik ga u even per vraag het antwoord even geven. Antwoord 1. De behoefte aan startersondersteuning. Wij verwachten dat de behoefte aan startersondersteuning in de komende jaren wordt aangehouden. Met name omdat de financieringsmogelijkheden door de overheidsingrijpen voor starters beperkt zijn en nog verder beperkt zullen worden. De woningprijzen in afvolging van de Randstad ook hier weer aantrekken, gevolg hiervan is dat de behoefte aan startersleningen zal toenemen. Het aanbod van de bestaande woningen als gevolg van demografische ontwikkeling zal blijven aanhouden. Dan antwoord op uw tweede vraag. Betreft de ondersteuning van de verkoop van bestaande woningen, nog lang nodig is? Nee, de verkoop van de bestaande woningen heeft deze ondersteuning niet nodig. De woningmarkt zit flink in de lift. De starterslening is echter niet enkel bedoeld ter stimulering van de woningmarkt, maar ook om de minder daadkrachtige starters financieel te ondersteunen bij de aankoop van hun eerste eigen woning. Door het aanbieden van deze regeling stimuleren wij de vestiging van deze jonge mensen in de bestaande kernen en woonwijken en binden wij hen aan onze gemeente. Dit komt de leefbaarheid van een buurt of een straat ten goede. Dan vraag 3. Dat gaat over de extra stortingen. Ik moet u zeggen dat wij het antwoord op deze vraag u schuldig moeten blijven, omdat wij, net als u, niet kunnen inschatten hoeveel aanvragen voor een starterslening zullen worden ingediend en ook niet hoeveel er zal worden afgelost. In het voorliggende voorstel met bijgevoegde verordening zijn wij uitgegaan van een maximum leenbedrag van 35.000 euro, zoals door uw raad besloten op 27 juni 2016. Een lager maximaal bedrag, zoals eerder door ons voorgesteld, maakt het mogelijk om met een gelijk bedrag meer lening te verstrekken. Maar u hebt dus anders besloten. In ons voorstel geven wij u een inschatting voor 2017. En als er actuele ontwikkelingen zijn en er aanleiding toe geven, komen wij als college hierop bij u terug als raad. Dan vraag 4. Over de eventueel nog extra benodigde geldstroom kan ik u zeggen, in tegenstelling tot andere ondersteunende behoeftende onderwerpen, is de starterslening geen structurele post in de begroting. Vindt de raad dat een afweging moet worden gemaakt, dan moet dit bij de begroting aan de orde komen. Dan de vraag van de ChristenUnie.
in 2017 aflossen, wat nu verplicht is, zal dat een gevolg hebben op de aanvraag van de staatsleningen? Wij verwachten van niet. En waarom niet? Omdat mensen die graag een woning willen kopen, de middelen nodig hebben. En zoals u weet, hebben de banken, hebben die dus het maximaal leenbedrag al onder en bijgesteld en zullen dat straks weer doen. Nu kan men lenen tot ongeveer 105-110% van de aankoop van de woning. Want de kosten kunnen ook meegefinancierd worden. Maar dat is straks kan dat niet meer. Dan moeten de kosten moeten gewoon vooraf betaald worden en zitten niet meer in die hypotheek. Dan D66 over de oninbaarheid. Is er ook een achterstand? Bij mij weten niet. Maar als iemand het huis gaat verkopen, waar de statuslening op rust, moet de statuslening in één keer terugbetaald worden. En dat is tot op heden bij die gevallen van woningen die verkocht zijn ook gebeurd. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Griekela, voor de beantwoording van de vragen. Dan denk ik dat we over kunnen gaan naar het meneer Lochtenberg. Ja, even een kleine aanvullende vraag of naar aanleiding van de beantwoording. Op die vraag 3 van antwoordde u dat u niet in kunt schatten wat er wordt afgelost. Ik neem aan dat u dat bedoelt dat dat voor een gedeelte geldt. Het deel wat gewoon in de woning blijft wonen, kunt u precies uitrekenen hoeveel ze af gaan lossen volgens mij. Weliswaar, nee, is niet waar. Een deel is inkomensafhankelijk. Nu, de eerste jaren, maken we mee dat de instroom van de teruglopende gelden of terugkomende gelden vooral ontstaan uit de grotere bedragen bij verkoop van woningen, waarbij de lening in één keer weer moet worden afgelost. Maar dat die stroom van automatisch terugkomende aflossingen, die neemt meer en meer toe. En daar doelde ik eigenlijk op. Meneer Griekela. Kijk, tot op heden blijkt dat de statuslening een groot succes is. Momenteel is die niet meer. Er is veel vraag naar, want mensen hebben die nodig. Zoals u weet, onder een bepaald inkomen hoeft men de eerste 3 jaar geen renteaflossing te betalen. Er zitten nu een andere regelingen vast, waar met name het af te lossen deel bij spreken ingestort zou moeten worden. Na 3 jaar vindt er dus een herijking plaats om te kijken van hoe ver men nu zit. Dus wat dat betreft, dat is in aantal gevallen blijft het inkomen redelijk op peil. Maar gelukkig zien we dat met name bij de meeste gevallen dat het inkomen groeit. Vaak worden huizen betrokken door een éénverdiener. Men gaat een keer trouwen, 2 verdieners zitten in een hele andere situatie. En dan zie je ook vaak dat met name de startlening ook versneld wordt afgelost, omdat er vaak wat een hogere rente zit dan de banken in rekening brengen. Maar al met al, dat blijkt nu ook weer, wij vragen nu om 250.000 euro. Dat dekt ongeveer 20 aanvragen. Zouden we die niet hebben, want de verwachting is dat we weer rond die 20 aanvragen zullen komen, dan zouden we u niet om extra geld vragen. Maar alles heeft te maken van hoeveel geld is er onderweg en hoeveel geld wordt terugbetaald. En zodra er een evenwicht is, dan zullen we niet weer bij u komen om extra geld. Dus als we bij u komen om extra geld, dan zal het alleen zijn als het ook daadwerkelijk nodig is, want we willen niet nee verkopen. Dus hoe dat in de toekomst, in de komende jaren, hoe dat zal zich ontwikkelen, daar heb ik net als u geen zicht op. Dank u wel voor de beantwoording. Het laatste puntje. Meneer Lochtenberg. Ja. Sorry, laatste puntje. Dat deel wat u dus aangeeft van de mensen die gewoon na die 3 jaar zitten, dat wordt al steeds groter. Dus die automatisch terug gaan betalen. Dat is toch een redelijke inschatting van te maken. Dat is een kwestie van de grafiek doortrekken. Lijkt ons. Ja, Elisa, dat zegt u wel. Maar nogmaals, als bij spreken het zo makkelijk in te schatten is hoeveel dat zou zijn. En we zouden nu zijn van nou, ongeveer de zaal nu dit jaar zoveel terugkomen, want het fluctueert per jaar, dat ziet u ook al bij gevoelde overzicht, dan zou het niet bij u komen om extra geld. Nee, dat is de vraag ook niet. Ik begrijp wel dat u nu met die vraag komt en dat is de discussie helemaal niet op dit moment. Het gaat er ons om, als we een doorkijkje in de tijd maken, is er een moment te verwachten waarin er zoveel geld terugstroomt, wat u al kunt bekijken, zeg maar, zodat we weten tot hoe lang we hier geld in moeten blijven pompen. Dat zouden we bij benadering aan kunnen geven, maar nooit helemaal 100%. Als u dat zou willen doen voor de raad, zouden wij dat heel erg kunnen waarderen. Die informatie krijgt u van mij.
Dank u wel. Daarmee is deze discussie denk ik duidelijk. En gaan we verder met het openingen gedeelte hiervan. Wie mag ik daarin als eerste het woord geven? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Dank voor het stuk wat voor ligt. Voorzitter, we hadden geen vragen omdat we een goed stuk vinden, een goed voorstel wat hier voor ligt. Het voorziet in de behoeften en 20 jonge mensen kunnen zich settelen in onze gemeente. Dat vinden we zeer prettig. Dan is er toch een soort binding met Dallassen. In 2008, 2016 zijn 180 leerlingen verstrekt en het voldoet dan ook zeker aan de behoeften. Vooral in de bestaande wijken is het goed dat die voorziening en die verjonging er komt. Hiermee gaan we de vergrijzing tegen en bestaat er straks een wijk met jong en oud. En dat komt alleen de leefbaarheid ten goede. Bovendien de verkoop van bestaande woningen, dat wordt bevorderd, ook die doorstroming. Dus er gebeurt wat in de bestaande wijken. Risico's zijn gelijk aan de oude regeling, maar het verschil is dat het nu 100% gemeend is. En in het stuk stond mooi geschreven, het verandert alleen maar onder de motorkap. Die vond ik wel heel leuk. Maar het geld komt terug en met een mooi woord revolveert het fonds naarmate de jaren verstrijken. Kortom, het voorstel wat voor ligt voorziet echt in de behoeften en werkt mee aan de leefbaarheid binnen onze gemeente. En we houden de jongeren binnen de poort. Dus wij gaan van harte akkoord met het voorstel wat voor ligt. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ook de ChristenUnie ziet het belang en onderschrijft het belang van het behouden van starters binnen onze gemeente. Daar heeft de wethouder mooie woorden over gesproken. Dus dat ondersteunen wij ook van harte. Dus we zullen ook dit voorstel steunen. Waarbij we ons wel realiseren, gelet op de discussie die net gevoerd werd met de heer Lochtenberg, dat wij het ook zeker niet uitsluiten dat we binnen een jaar of met een jaar weer een nieuw voorstel krijgen. En dat heeft er onder andere ook mee te maken dat al de aflossingen die op dit moment plaatsvinden, dat het voor een deel teruggaat naar Rijk en provincie. Dus hoe dan ook zullen we er meer gemeentelijk geld in moeten stoppen de komende jaren, willen we op peil blijven. Gegeven het feit dat dat wel dezelfde volume van bouw gaat plaatsvinden. Maar goed, wij zullen steunen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Lochtenberg, dank u, voorzitter. CDA. Ja, dank u, voorzitter. Ja, als primaire reactie kunnen ook wij instemmen met het voorstel om de statuslening verder mogelijk te maken door een volgende financiële injectie. En we zijn ervoor vooral omdat de voortzetting van de statusregeling volgt uit de vigerende woonvisie. Omdat het geld wel weer terugkomt. En omdat de risico's voor de gemeente voldoende lijken afgedekt middels de nationale hypotheekgarantie en de restdekking door de SVN. Maar voorzitter, als historisch initiatiefnemer van de statusregeling binnen onze gemeente willen we nu toch ook die paar kanttekeningen maken. Want op dit moment zetten wij die statusregeling vooral in om starters op de woningmarkt te ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning. En om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Op dit moment zien we dat de woningmarkt behoorlijk aantrekt. Bestaande woningen worden beter verkocht en dient ten gevolge lopen ook de prijzen weer wat op. En daarnaast zien we dat het opnieuw uit te lenen geld ten gevolge van de terugbetalingen van de eerdere leningen een serieuze stroom begint te worden. En dat roept dus een aantal vragen op waarop u inmiddels een aantal antwoorden gegeven hebt. Dat ga ik allemaal niet meer herhalen. Maar voor de toekomst zien wij graag de door u net toegezegde het toegezegde inzicht in de te verwachten geldstroom de komende jaren. Dat zien we graag tegemoet. Vooralsnog zijn we akkoord met het voorstel. Wel even ervan uitgegaan dat u het voorstel nog even aanlevert, of het overzicht nog even aanlevert. Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ik kan ook heel kort zijn hierover. We zijn graag eens met het voorstel. We zien vooral de ondersteuning van jongeren om binnen onze gemeente te blijven wonen, daar als een belangrijk argument. En het is natuurlijk ingegeven door de discussie juni vorig jaar om niet de bijdrage te halveren, maar die in stand te houden, zeg maar, op een niveau zoals die was. En daar zijn we het echt van harte mee eens, dus wat ons betreft prima. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Rooijakkers. Dank u wel, voorzitter. Ik vond het erg interessant om over de combinatielening te lezen. Dat de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten zich in een derivatenhandel of soortgelijke dingen stort door het onder de motorkap te regelen, zodat
de starters de eerste 3 jaar nog niet hoeven af te lossen, maar wel fiscaal de lening en de rente op de lening kunnen aftrekken van hun belasting. Nou, kennelijk verleent de gemeente Dalfsen daar ook zijn medewerking aan. Het zal allemaal wel wettelijk allemaal goed zijn uitgezocht. Ik ben het daar ook helemaal mee eens om onze jonge starters op die manier daarmee te helpen. En ik ben ook erg blij met de aanvulling op wat de heer Lochtenberg zei over zijn, hoe noemde hij dat, vaderschap of moederschap van de regeling. Dat wij ook een bijdrage hebben geleverd dat nu het bestaande onroerend goed in elk geval een steuntje in de rug gaat krijgen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, dank u, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, wij kunnen dit voorstel volmondig steunen. Het helpt jongeren aan een lening voor een woning in tijden waarin de hypotheekregels steeds strenger worden. Het komt de leefbaarheid in de wijken ten goede, wat net ook al is gezegd, en het bevordert de doorstroming van bestaande woningen. En ja, dat is voor ons, wij kunnen ook volmondig in stemmen. Dank. Dank u wel, meneer Veldhuis. Eindconclusie is dat iedereen hier mee in kan stemmen, omdat het ja, toch de jongeren in ons gemeente houdt, dat de leefbaarheid behouden blijft in de wijken. En dat concludeer ik dat dit als hamerstuk naar de raad kan, mits wethouder u de raad nog een overzicht doet toekomen. Wat u aan de heer Lochtenberg beloofd hebt over het hoe lang we hier nog mee ongeveer door kunnen gaan. Daarmee is dit agendapunt afgesloten. Welkom na de pauze, waarmee we verder gaan met punt 6a van de agenda. Kadernotitie detailhandel structuurvisie, verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Ambtelijke ondersteuning van de heer Lautenbach. Voorbereidend besluitvormend. Afgelopen november stond het voorstel om de kadernotitie vast te stellen al op de agenda. Maar er bleek toen geen draagvlak voor die notitie. Wethouder Agricola heeft toen toegezegd te komen met een nieuw voorstel en dat ligt nu voor. In het bestuursprogramma van het college is een ambitie neergelegd voor een nieuwe detailhandelsstructuurvisie, waarin de ontwikkelingen geschetst worden voor het winkelgebied. Van de Raad wordt gevraagd om uitgangspunten vast te stellen voor het uitwerken van die visie en om daarvoor een krediet ter beschikking te stellen. Behandeling in 2 ronden, informerend, opinierend. En wie mag ik als eerste in de informerende ronde het woord geven? Meneer Uitslag, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien als eerste ook gelijk een soort gewetensvraag aan de wethouder als aftrap. Want in het voorstel staat dat de wethouder of het college de mogelijkheden en verantwoordelijkheden om als gemeente hierin actief op te treden beperkt zijn. En dat geeft een beetje dus de sfeer van, wij praten hier vanavond eigenlijk maar om de tijd te voldoen. Want we kunnen niet zoveel. Dus ik graag van de wethouder horen wat hij dan als nut van deze visie ziet. Andere vraag is de standplaatsen. Maakt dit een onderdeel uit van de visie? Het wordt al genoemd, maar ook zijdelings, de mededeling gedaan. Maakt het een onderdeel uit van de detailhandel? En dus daarmee ook van de detailhandelstructuurvisie, of niet? Vorige week hebben we gesproken over de centrumvisie. Ik heb de vraag gesteld of dit een antwoord was op de vergrijzing die onze, die ook Dalfsen zal gaan treffen. En toen werd me doorverwezen naar deze vergadering, naar dit onderwerp, dus ik stel de vraag opnieuw. In hoeverre is vergrijzing, of het antwoord op de vergrijzing, hierin betrokken? De dienstverlening moet als kader, zoals de notitie staat, moet naar de rand van het centrum worden gebracht, zoveel mogelijk. Wij begrijpen niet zo goed waar dat voor nodig is. Ik denk van een kapper, volgens mij is dat ook dienstverlening. En ik zie geen enkele reden om die uit het centrum te halen en naar de randen toe te verplaatsen. Dus graag van de wethouder een toelichting daarop. En wat ik als laatste onderwerp als vraag moet stellen namens mijn fractie, is de afbakening van het gebied. Wat wij met onze detailhandel willen, treft toch onze hele gemeente en niet alleen een afgebakende
afgebakend gebied. Dus volgens mij praten we over de hele Kerndals, de hele Kernuleuze, wat we met detail allemaal willen. Waar wel, waar niet, maar dat geldt voor het hele gebied. En nu lijkt er een suggestie te komen dat deze structuurvisie slechts gaat over de aangewezen gebieden. Nou, ik ga graag even, daar even duidelijkheid over, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Wulfsvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. En dank voor deze aangepaste visie die u nu ligt. Ik moest al even zoeken naar de aanpassingen, maar ik geef toe, het waren best veel. Dus om dat dan allemaal afzonderlijk aan te geven is ook alweer wat veel misschien. Het stuk is in ieder geval wat omvangrijker geworden. Er zijn heel wat onderdelen aan toegevoegd en vooral kaders aan toegevoegd. Althans, ze zijn allemaal gelabeld met het woordje kader. Laat ik het eerlijk zeggen, ik kan er wel mee uit de voeten, al had het wat compacter gekund. Twee vragen. Voorziet u in deze visie een uitbreiding van het aantal winkels in Dalsen, in de kern Dalsen binnen het waterfront? En de tweede vraag, die leid ik even in, die gaat over Lemelenveld. U schrijft met betrekking tot Lemelenveld dat, en dan citeer ik even, om het centrumgebied verder te versterken, is een herinrichting van het openbaar gebied gewenst, waardoor verblijven en parkeren in onderlinge samenhang op een meer kwalitatieve manier wordt weergegeven. Is dat een opmaat tot een herinrichting van het Kroonplein of gedeeltelijk? En kunnen we op boomplantdag hier alvast wat neer gaan zetten? Dus daar was ik even benieuwd naar. Dank u wel, meneer Wulfsvank. Kijk even verder. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Punt 133, daar staat kaders. En mijn vraag is of dat niet moet zijn te formuleren doelstellingen. Ik zou het dus misschien dat een technische vraag vinden, maar dan heb ik ook nog gelezen dat er op bedrijventerreinen geen verkooppunten voor detailhandel gevestigd moeten worden, maar er zijn er volgens mij tientallen. En misschien kunt u daar ook wat van zeggen, tenzij ik het verkeerd begrijp hoor, dat kan natuurlijk ook altijd nog. En verder vraag ik mij af of het een goed kader is om bij voorbaat te stellen dat standplaatsen moeten worden gehandhaafd. Zou dat niet een uitkomst moeten zijn van het onderzoek? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. We hebben een aantal vragen. Allereerst van wat wordt er precies bedoeld met de passage leegstand verkleinen door invulling met woon-werkfuncties in directe nabijheid van het winkelgebied. Is dat nou het actief wegbestemmen van winkelfuncties buiten de centrale as? Of wat wordt er nou concreet mee bedoeld? Tweede vraag is, er staat dat in winkelkerngebieden alleen detailhandel gevestigd mag worden. En dan sluit denk ik wel een beetje aan bij de vraag van de heer Uitslag. Dan komt het wel aan op de definitie van detailhandel. Hebben we het over detailhandel, want dan gaat het over het verhandelen van goederen. Of over de retail, waarin je ook diensten en dergelijke kan aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan, nou de kapper is net al genoemd geloof ik, hè, maar daar heb ik zelf wat minder mee. Maar banken en reisbureaus en dergelijke. Dat is de tweede vraag. De derde vraag gaat over dat de kaders enerzijds vrij strikt zijn. Over bijvoorbeeld, wat ik net zei, over de detailhandel. En aan de andere kant van nou, toch ook wel heel ruim. Van we gaan creatief invulling geven bij leegstand. Dus ja, wat gaan we nou doen? Gaan we nou heel strikt op het strikte spoor zitten? Of gaan we juist op een flexibele spoor zitten? Dan de detailhandel van volumineuze goederen. Die moeten niet zozeer in het winkelcentrum, maar in of op industrieterreinen. Welke knelpunten doen zich concreet voor? En de laatste vraag is, er wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van 45.000 euro voor het maken van de echte visie of de structuurvisie. Maar hebben we dat al lang besloten bij de begroting? Oftewel, is dit niet een overbodige vraag? Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Kijk even
Geen vragen. Meneer Agricola, aan u het woord. Ja, voorzitter, heel wat vragen. Ik zal proberen daar op alle vragen een passend antwoord te geven. Dan begin ik bij het CDA. CDA zegt, in het stuk lezen wij dat de verantwoording van de gemeente beperkt is. Wat is dan het nut van deze visie? Wij als gemeente zijn faciliterend. Wij als gemeente hebben er baat bij dat we vitale winkelgebieden hebben in de drie grote kernen. We hebben in Oud-Leuzen ook nog een winkel, daar zijn we heel erg blij mee. Die heeft een dubbeldoel, voorziet in de behoefte. Eén winkel, prima. Het houdt in dat die winkelgebieden, dat er een bepaalde beleving moet zijn. Het winkelen van vandaag en de dag is niet meer zoals 5-6 jaar geleden. We zien ook dat in verschillende kernen van de gemeente Dalfsen er winkelleegstand is. En winkelleegstand is geweest. Waar willen we toe werken, en dat heb je ook kunnen lezen in ambitie, naar een toekomstbestendig winkelgebied in alle drie kernen. En onze rol is daar faciliterend in op te treden. En daar een onderzoek naar te doen. En een verantwoording nemen waar we verantwoording moeten nemen. Dus met name de inrichting in de openbare ruimte. En daar waar nodig is ook functiewijzigingen voor te stellen. Dus als een bestemming moet gewijzigd worden, gaat u als raad daarover. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, willen we een aantal onderzoeken uit gaan voeren. Er is al eerder besloten om hier een horeca onderzoek te doen in het dorp Dalfsen. Maar we willen ook een onderzoek doen bij alle winkeliers die een winkel hebben, maar niet de winkeliers, maar ook de eigenaar van de panden. Om zo goed in beeld te krijgen wat de ambities zijn van de winkeliers, wat hun toekomstplannen zijn, wij spreken van de winkeliers. Maar uiteindelijk, zij zullen moeten gaan ondernemen. Dat is niet de taak van de gemeente. Faciliteren. En de detailhandelstructuurvisie is een van de zaken waar wij de drie kernen mee willen faciliteren. Standplaatsen, de ambulante handel, is daar een onderdeel van. U hebt kort geleden het standplaatsenbeleid hier in uw gemeenteraad vastgesteld. Het is ook een onderdeel van de winkelbeleving. Voorzitter, even. Hebben we in deze raad het standplaatsenbeleid vastgesteld? Sorry, dat heeft het college gedaan. Excuus. Dat is de bevoegdheid van het college en die heeft het college vastgesteld. Maar dat was namelijk de achtergrond van mijn vraag. Als het onderdeel van uitmaakt, waarom al wel vast beleid vaststellen? Ja. Omdat wij spreken dat beleid dat was toe aan een update. En met name er zijn door u als raad met name ook kanttekening bijgezet. En die hebben in die hele besluitvorming als college ook meegenomen. Maar standplaatsen maken al jaren dag deel uit van het beleid van de gemeente Dalfsen. Dat is niet van de laatste 10 jaar, maar dat is van de laatste 30 jaar. Hebben we hier al een ambulante handel. En er zijn sommige van die mensen die hebben ook een standplaats voor onbepaalde tijd gekregen. We hebben onder andere dat punt met name als college gewijzigd, dat niet iemand meer voor onbepaalde tijd een standplaats voor onbepaalde tijd kan krijgen, maar er zit een bepaald, voor een bepaald aantal jaren. De vergrijzing. Als we naar de primocijfers kijken, dan hebben we te maken in de gemeente Dalfsen met vergrijzing. Daar hebben we ook al eerder ingezet, en dat hebben we samen met u als raad
besloten om met name in te zetten op vergroening, met name de jeugd. En we zien gelukkig ook dat in alle kernen met name jonge gezinnen naar Dalfsen toe trekken, met name het Zwolle, het Stadshagen. En op zich zijn we er blij mee. En als ik kijk met name naar nieuwbouwwijken in Lemerenveld, maar dat geldt voor alle kernen, zitten daar gelukkig, vestigen zich gelukkig daar ook jonge mensen. Dienstverlening. We hebben gezegd, of het college staat voor, met compacte winkelgebieden. En compacte winkelgebieden bedoelen we dat we dus winkels van de randen proberen te verleiden naar het centrum te gaan. Zodat je geen leegstand creëert. En dan dienstverlening, en dan moet u denken aan boekhoudkantoors, en zo zijn er verdere, van vergelijkbare bedrijven, die zouden een hele goede plek kunnen krijgen in de randen. Maar bijvoorbeeld een kapper, een bank en een reisbureau passen prima in het centrum. Dus wat dat er gaat, dat moet u toch een beetje genuanceerd zien. Dus wat dat betreft, daar moeten we gaan kijken van jongens van, wat is reëel en wettelijk. Kappers en de bank en met name het reisbureau maken nu ook al deel uit, zitten nu ook in het centrum. Maar wij spreken van, ik noem het een boekhoudkantoor. Die kan, past in onze optiek beter in de randen. En u hebt over afbakening van het gebied. En daarom zeggen we van, we willen toe naar de concentraties van het winkelgebied. Dus met name in een afgebakend deel. Niet alleen in Dalfsen, maar in de drie kernen. Dan Partij van Arbeid. Voorziet u uitbreiding van het winkelbestand in het Waterfront. Zoals de zaken nu voorliggen, is er een winkelplint voorzien in het Waterfront. Een winkelplint tegenover de Albert Heijn die zo doorloopt naar de brug. In het oude plan, en dat is met name door collega Van Leeuwen ook met u besproken, was er veel meer winkel vierkante meters gepland in het Waterfront. Dus dat is teruggebracht. En er worden momenteel gesprekken gevoerd met doorontwikkelaar, met geïnteresseerde kandidaten. Wat we willen is dat we, tenminste dat is de doelstelling van het college hier in Dalfsen, dat het Waterfront en het winkelgebied een eenheid gaat vormen. Dan het Kroonplein. De tijd gaat snel. En intussen is het Kroonplein al opgeknapt. En u weet ook dat er afgesproken is met de raad dat na een jaar geëvalueerd gaat worden of er ook daadwerkelijk aanpassingen moeten gebeuren aan het Kroonplein. Dan D66, 100.1.3. Daar zal ik vragen of de heer Lautenbach er straks hierop terugkomt. En dan de vraag aan detailhandel op de industrieterrein. Wij zijn van mening dat bedrijven met volumeuze goederen, zoals een bouwmarkt, zoals een keukenboer, en zo zijn er meer van dat soort bedrijven, dat die horen thuis op een industrieterrein. Die horen niet thuis in de winkelstraat. Zo ook als een garage hoort ook niet thuis in de winkelstraat, hoort ook op het industriegebied of aan de rand. ChristenUnie. Leegstand voor werklocaties. Zou u die vraag nog eens even willen herhalen? Want zo snel kan ik niet schrijven, meneer Nijkamp. De eerste vraag. De eerste vraag, dat gaat over het beleid wordt voorgesteld. Even kijken, dat gaat over leegstand verkleinen door invulling met woon-werkfuncties in directe nabijheid van het winkelkerngebied. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Gaat het nou over leegstand in de, ik noem het maar even, de winkelas? Of gaat het nou over leegstand erbuiten? En is dat dan hetzelfde als het, waar ook sprake van is in deze notitie, het wegbestemmen van winkelfuncties? Dus, dat is de inhoudelijke vraag die we daarover hebben. Het gaat over leegstand in de randen. En die zijn van, op die met name in overleg met eigenaar van het pand, de bestemming te wijzigen. Maar ook actief
met de middenstand in gesprek gaan. Van als ze aan de rand zitten of zij bij spikken willen verhuizen naar het centrumgebied. Zodat je een compact aaneengesloten winkelcentrum houdt. Maar er zijn ook bij Spangenberg winkels bij spikken die aan de rand liggen. En die niet weer opgevuld zullen worden. Die zullen toch een nieuwe bestemming moeten plaatsvinden. En vaak, en die verzoeken krijgen nu al, wordt gevraagd of er met name de winkelbestemming eraf kan en dat er een woonbestemming op kan komen. Zodat het pand wordt gebruikt voor wonen en niet binnen als winkel. En dan nog even concretiseren, want u spreekt over woon-werkfuncties. Dat geeft iets van de combinatie weer. Wat u nu zegt is van, het was winkel, het wordt wonen, ja. Dat is helder. Maar hier staat woon-werkfuncties. Maar wat bedoelt u daar dan? Maar dat zou ook een woon-werk kunnen zijn. Dat iemand zegt van nou, ik ga aan de slag als zzp'er, ik heb een boekhoudkantoor. Zou ik in het pand mijn boekhoudkantoor mogen vestigen en boven gaan wonen. Dus er wordt altijd, dat is de doelstelling, kijken naar maatwerkoplossingen. In overleg met de betreffende eigenaar of huurder van het pand. Kijken hoe kunnen we met elkaar op een hoger plan komen. Creatief invullen bij leegstand. Als er leegstand is, dan proberen wij samen met de ondernemers te kijken van wat voor mogelijkheden zijn er nou. En weet u wat dus zo mooi is? We hebben nu een voorbeeld dat een winkelier van buiten die in een van onze kernen is gekomen, die het hier geweldig goed naar zijn zin heeft, kwam een winkel leeg, die belt een collega uit Hardenberg en die zegt, moet je luisteren, ik zit nu in Dalfsen. Er staat een winkel leeg. Dat is nou net wat voor jou. En wat zie je? Die mevrouw is hier gekomen. En iedereen is er blij mee. En daarom zijn die vitale winkelgebieden zo verschrikkelijk belangrijk. Dat mensen, dat onze eigen winkeliers ook ambassadeurs worden om hier collega's naartoe te krijgen. Vooral als het een aanvulling is op hetgeen wat we nog niet hebben. Voorzitter. Maar daarnaast, het creatief invullen. Meneer Rikelaar. Het gaat inderdaad even over dat woord creatief, want ik wil alle kanten mee op natuurlijk, dat is ook het mooie van het woord. Maar wat u nu zegt is gewoon winkel voor winkel. Het was een winkel, dan blijft een winkel. Hooguit de aanvliegroute om die winkel gevuld te krijgen is creatief, maar dat is denk ik niet wat hier bedoeld wordt. Het suggereert op zijn minst dat u na wilt denken over ruimte wil bieden aan misschien wel hele andere functies in de winkel. Nou, de doelstelling blijft eerst, meneer Nijkamp, om er weer een winkel in te krijgen. Bijvoorbeeld, dat kan een pop-up winkel zijn, een tijdelijk winkel. Maar als er een groot pand is, kunnen we ook proberen om bijvoorbeeld 4 winkels in 1 winkel te krijgen. Dus daarom zeggen we jongens van, je moet bij spreken in een winkelgebied, dat moet vol zijn, maar je moet wel goed nadenken, wat ga je in zo'n leegstandpand stoppen? Het moet wel synergie hebben met de rest. Nou, Vollemezen goederen, wat ik net heb gezegd, van wat ik ermee bedoelde, dat industrieterrein. Nou, krediet voor de structuurvisie, die is wel aangevraagd voor het jaar 2016, maar niet aangevraagd voor het jaar 2017. We vragen u nu krediet. En die zegt van, wij willen graag voor de vakantie, voor 1 juli, willen we met de kader, of met de structuurvisie bij u langskomen. We hebben inmiddels al wat voorwerk gedaan. We hebben al wat prijzen opgevraagd bij degene die naar de onderzoeken uit moeten voeren. En ik kan u zeggen van, het bedrag wat we daar bij u voor gevraagd hebben, die 35.000 euro plus 10.000 euro provinciale subsidie, is met name is wel scherp en krap. Dus wat dat betreft, ik wil daarin ook een winstwaarschuwing afgeven, dat we toch misschien wel tot ongeveer 2.000 tot 3.000, 4.000 extra nodig hebben. Punt is, beste mensen, we willen het graag goed doen. Want als je onderzoeken laat uitvoeren, dan moet je niet half werk doen. Daar doen we de ondernemers geen plezier mee en daar doen we de gemeenschappen ook geen plezier mee. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor de uitgebreide beantwoording van de vragen. En ik denk dat we meneer Lauterbach de vraag van D66 te formuleren toezeggingen punt 1, punt 3, punt 3 aan u. Het woord om dit te beantwoorden.
Zou je dat willen doen? Als je het vindt, zal ik het al even voorlezen. Prima, meneer Rooijakkers. De vraag was, welke projecten en maatregelen dragen bij aan het realiseren van de kaders? En mijn vraag was, moet je dat dan niet gewoon aan te formuleren doelstellingen noemen? Want de kaders zijn... Correct. Ja? En het woord kader wordt overal gebruikt, maar daar moet je echt mee oppassen. Ik denk dat het hier te formuleren doelstellingen moet zijn. En volgens mij heeft de wethouder, voorzitter, ook nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Is het een goed kader om bij voorbaat te stellen dat standplaatsen worden gehandhaafd? Zou dat niet het resultaat van het onderzoek moeten blijken? Want zo kunnen we wel even doorgaan. Ik bedoel, het college kan wel meerdere meningen hebben, maar om dat allemaal als kader mee te nemen. Wethouder? Nou, de standplaats naar nou, aan de handel voorziet zeer zeker in de behoefte. Wanneer er geen behoefte meer zou zijn, dan waren de mensen allang weg. Dus niet zo van, ze hebben klanditie. En is met name ook de mensen dus met de wat smallere portemonnee, die doet daar hun inkopen. En dat is zeer zeker een aanvulling, dus dat we hier een detailhandel hebben, inclusief ambulante handel, die, zodat we alle portemonnees kunnen bedienen. Dank u wel voor deze beantwoording. Gaan we naar het... U hebt nog een aanvullende vraag, meneer Huisslag? Ik neem maar dat we even mogen reageren. Ja, oké. Okay. Ik heb de vraag gesteld, hè, wat is het nut om deze visie vast te gaan stellen of op te gaan stellen? En ik hoor eigenlijk alleen maar, wij gaan over openbare ruimte, nou, daar hebben we vorige week over gesproken. En bestemmingsplanwijziging, maar dat doen we in reactie op de ondernemers. En de gemeente is faciliteren, dus we doen een onderzoek. Maar waar zit het sturingselement? Want structuurvisie, dat suggereert iets van een eigen mening. En dat is mijn inziens, maar goed, kom ik in de tweede termijn even terug. Iets meer dan doen we het de rest. U vraagt wij draaien. Dat suggereert iets meer. Maar goed, daar komen we zo wel op terug. De standplaatsen, de heer Rooijakkers kwam er net ook al even op. Als we nu een visie hebben dat wij zoveel mogelijk winkels bezet willen hebben. En die winkels die gaan zelfs weg, hè, of die komen niet, omdat er op sommige plekken mensen met een marktkraam mogen staan de hele week door, of op gezette tijden in de week. En die hebben die er last van hebben. Dan zou het dus best eens een deel van onze visie kunnen zijn dat we dat niet meer willen. En toch heeft het college nog niet zo heel lang geleden een nieuw standplaatsenbeleid vastgesteld, terwijl we... Het college wist dat we bij de perspectiefnota hebben als raad hier wat over gevonden. We hebben het in ieder geval ingebracht. Wisten hoe we erover dachten. Wist dat we mee bezig waren. En toch tussentijds vaststellen. Ik snap de volgorde niet zo goed. Zeker omdat we hier met elkaar een visie gaan ontwikkelen. Over hoe we met ons detailhandel willen gaan doen. En hoe we die zo sterk mogelijk willen krijgen. Hè? Want dat zijn we met elkaar eens. Ik snap het gewoon niet. De antwoord op de vergrijzing... Ja, ik begrijp dat we inzetten op vergroening voor wat betreft de bewoners. Maar we hebben het vanavond nu over de detailhandel. En de vraag ging daar even over. Misschien dat de wethouder dat nog kan aanvullen. En ik ben blij met de verbreding, of de invulling van de term dienstverlening. Maar zoals de heer Rooijakkers bij een eerder agendapunt al aangaf, het is ook belangrijk dat je het zorgvuldig opschrijft. Want dit geeft zomaar een hele verkeerde suggestie. Want de kapper en de andere dienstverleners die juist voor reuring zorgen, die zijn misschien wel van groot belang. Voorzitter, ja, zover. Dus als we nog één antwoord zou mogen krijgen op het onderdeel vergrijzing, dan komen we op de andere onderdelen wel weer terug met de tweede termijn. Dank u wel, meneer Uitslag. Ik kijk nog even rond of er nog andere vragen zijn of verduidelijkingen. Niet dan, meneer Griekelaar, wilt u de heer Uitslag beantwoorden? Dat wil ik wel doen, voorzitter. Het onderdeel vergrijzing, dat zal ook meegenomen worden in het onderzoek wat gaat plaatsvinden. Kort maar krachtig. Daarmee kunnen wij verder met het openierende gedeelte van dit agendapunt. En wie mag ik... qua opinie als eerste het woord geven. Kijk even rond. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel.
Anders dan met wat kritische vragen, misschien net willen vermoeden, zijn we wel degelijk blij met het stuk wat voor ligt. Oprechte dank, het is echt een stuk verbeterd. We zijn er nog niet helemaal wat ons betreft, maar goed, dat kan in de volgende stap naar in de ontwikkeling naar de visie toe nog wel worden meegenomen. Voorzitter, de beleving van het centrum, vorige week ook gezegd, is uitermate belangrijk. Dat geldt voor alle kernen van onze gemeente. En gelukkig hebben we in 4 van die kernen nog steeds winkels zitten. 2 in Oud-Leuzen zelfs, eentje dan op het industrieterreintje. Maar met toch echt wel groot. Hè. Ondernemers zorgen voor reuring en zorgen dus eigenlijk voor de leefbaarheid van de kern. Zijn dus van groot belang. Het centrum staat of valt daar ook mee. Dus wat ons betreft, we kunnen van harte instemmen met de gedachte van centrering van de detailhandel. Dat ondernemers daarbij betrokken moeten worden om tot wederzijdse inspiratie te komen, vaten we mee eens. Wat ons betreft is participatie van welke groep dan ook niet per se het klakkeloos overnemen van die mening. Dus daar zit wel iets anders in dan ik net in de eerste ronde heb gehoord. De kader wat betreft hoe de ondernemers erin moeten zitten, is wat ons betreft aan de ondernemers en niet aan de raad. Dus dat onderdeeltje mag wat mij betreft ook echt wel uit deze visie verdwijnen. Het lijkt me een slechte zaak als wij als politiek gaan bepalen hoe de ondernemers zich moeten gaan opstellen. Maar voorzitter, wat missen we nu echt in deze visie? Dat is de kracht van elke kern. Wat zijn de unique selling points, om ze maar eens in de commerciële termen te gooien? Als we nu kijken wat we per kern gaan doen, dan lezen we gewoon elke keer hetzelfde. Ja, dan hoef je ook nog geen visie op te schrijven. Diversificeer het dan niet, maar maak hetzelfde. Dus wat is de kracht van elke kern? Wat gaan we dan stimuleren? Wat gaan we verder uit laten groeien? En wat gaan we verbeteren? Want waar moet het dus nog beter? En maak dan ook keuzes. Wel even gezegd, de mogelijkheden zijn beperkt volgens het college. Nou, wij hopen dat het echt wat breder kan. Dus we zouden ook graag in de vervolgstukken wat meer instrumenten genoemd willen zien. En die ook nader willen uitwerken. En ter herinnering, in het verleden hebben we bij de diverse beschouwingen al een aantal opties aangedragen. Hè. Op vrolijk folie hebben we al eens genoemd. We hebben al eens genoemd dat we stimulering van detailhandel die de rest van de detailhandel ondersteunt. Dus er zijn regio mogelijkheden genoemd. Het loont misschien wel de moeite om die eens terug te lezen. Misschien sowieso wel, maar goed. Dat is, de dienstverlening aan de rand, daar hebben we het over gehad net. Wat ons betreft is het kader, als het voor reuring en voor dynamiek zorgt, maakt het ons niet uit of er diensten of goederen worden verhandeld. Want het gaat om de dynamiek die we met elkaar willen krijgen in de kern. Het standplaatsenbeleid. Ja, ik denk dat we er echt anders in zitten. En ik weet niet goed voor wat voor periode het college het vastgesteld heeft, maar als het voor een lange periode is, dan heb ik oprecht onbegrip daarvoor. Misschien zelfs wat irritatie. Het onderdeel markt en de pand te trekken, dat toch even over de ambulante handel blijven. En toch voor een goede orde, ik ga hier niet over de weekmarkt, ik ga juist over die andere plekken. We hebben een mooi voorbeeld gehoord van mevrouw Schuttert. Die heeft hem voor pand in pand, dus markt in pand, een mooi initiatief. Misschien loont het de moeite om daar echt mee te gaan praten. Want dat is niet alleen ondernemerschap, maar heeft ook een hele sociale component in zich. Waar misschien ook de wethouder terecht de zijde van u ook baat bij zou hebben. Dus dan met 3 vliegen in 1 klap. En wat ons betreft is ook de horeca betrekken bij de visie. Van harte mee eens, omdat die ook voor de benodigde en eerder genoemde reuring en dynamiek zou kunnen gaan zorgen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Wilsvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Een vitale en toekomstbestendige detailhandel, dat schrijft u op als ambitie. Daar zijn we het helemaal mee eens. De vraag is alleen wat nou leidend moet zijn bij die realisatie van die ambitie. En wat mij betreft is dat dan de laatste zin uit bij uitstek Dalfsen. Want daar staat een onderscheidende woonplaats. De detailhandel die wij hier in deze
gemeenten zouden willen hebben, zouden ze daarbij moeten passen. Dus een onderscheidende detailhandel. De vorige keer heb ik dat geprobeerd te duiden met het begrip kwaliteitswinkels. En daar heb ik niks tegen winkelketens, in tegendeel. Maar ik denk toch dat Dalfsen meer gebaat is bij de vestiging van detailisten zoals, nou, de slager, de kaashelder, de koffiespeciaalzaken, om maar een paar nieuwkomers in de kern Dalfsen te noemen. Daar zou het beleid zich ook op moeten toespitsen. En terecht merkt u op dat we voorzichtig moeten omgaan met uitbreiding van volume. Niet alleen om nieuwe concentraties te voorkomen, maar juist ook om leegstand tegen te gaan. Dat in combinatie met kwaliteitswinkels zou het beleid wat ons betreft in de kern moeten behelzen. Het begrip internet, dat komt hier en daar nu voor in het stuk. Toch heb ik nog niet helemaal de indruk dat hij zich een beeld aan het vormen bindt over hoe dat dan mogelijk, wat dat dan mogelijk gaat of kan betekenen voor de detailhandel. En dat zou je echt met de ondernemers zelf moeten onderzoeken. Moeten we het winkelgebied inperken? Moet het echt anders? Daar zullen zij ongetwijfeld een mening over hebben. Het kader dat u meegeeft over de vestiging van grootschalige detailhandel, en dat bedoel ik niet de bouwmarkt of de keukenboer, op het bedrijventerrein, dat snap ik. En toch ben ik daar wat huiverig bij. Want ook al zit het dan niet in de kern, het gaat toch mogelijk kannibalistisch werken op de kleine winkels in de kern. En als ze dan weer gaan, die grote jongens, en dat doen ze, vroeg of laat, dan laten ze je met leegstand buiten en binnen de kern zitten. En zeker nu die N340 over een paar jaar zo ongeveer tot aan Dalfsen vierbaans wordt, is dat een scenario waar je met enige realisme naar moet kijken. Dus ik zou het niet erg vinden om op te schrijven, geen groot winkelbedrijf in Dalfsen. Wellicht zie ik dat verkeerd, dus vraag het ook eens aan de ondernemers. Maar dat is echt wel een scenario waar ik wat zorgelijk over ben. Voor het overige ben ik het graag eens met het voorstel, want zoals ik net al begon, ik vind het een hele verbetering ten opzichte van de vorige keer. En we zijn dus, stemmen dus graag in met het voorstel zoals het er ligt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvang. Voorzitter, even een vraag stellen ter verduidelijking. Want ja. U geeft een soort waarschuwing af van geen groot winkelbedrijven in Dalfsen. Ook in verband met de verbetering van de 340. Kunt u hem nog even toelichten? Want hij nou ja, ik wil wel een voorbeeldje geven. Ik zou er wel moeite mee hebben als bijvoorbeeld een winkel als de Primark, hoe je het ook maar noemen wilt, zich hier in Dalfsen zou vestigen omdat het zo mooi aan de A340 ligt. En dus goed bereikbaar is. Dat pleegt een zekere mate van kannibalisme op je eigen kleinere kernwinkels. En als ze dan weer gaan, heb je leegstand binnen en buiten de kern. Dat is een beetje mijn suggestie. Dank u wel, meneer Wildvang, voor de verduidelijking aan de heer Nijkamp. Wie mag ik als volgende voor de opinie? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. De kadernotitie, detail onder structuurvisie. We hadden geen vragen, omdat we vandaag eigenlijk alleen het zien als een startschot, een aftrap voor een mooie structuurvisie voor onze toekomst. We konden misschien ook nog wel 20 vragen bedenken, maar de echte besluitvorming van die visie die volgt na alle sessies die nog komen. De ambitie om te komen tot een nieuwe detail onder structuurvisie is een stuk rijker en in beeld gebracht met vele zichtbare kaders. Dank aan de opstellers, prima overzichtelijk neergezet in het stuk. En in een paar bladzijden, ja, meneer Rooijakkers vond het stuk nog te groot of te lang van mij, maar ik vond het in 14 bladzijden goed neergezet. Goed stuk geworden met de nodige ambitie in de richting om te komen tot het opstellen van een nieuwe detailhandelstructuurvisie. In de komende maanden van dit traject worden de nodige gesprekken nog gevoerd en avonden georganiseerd. En dat is ons inziens een goede zaak. Praten met de ondernemers zelf kan met een goed gesprek kan leiden tot mooie mogelijkheden en kan ook mogelijkheden bieden voor de gemeente Dalfsen. Geef die data van deze gesprekken zo snel mogelijk aan, zo spoedig mogelijk, want ja, ondernemers hebben het altijd druk. Doe dat niet bij de kerstdagen, maar ja, de structuurvisie komt ook iets eerder. Maar zorg dat je op een gegeven moment op tijd zeg maar, de PR voert over wat er gaat gebeuren. En nodig zoveel mogelijk alle ondernemers die het aangaat uit en ja, zorg dat je op een gegeven moment dat gesprek gaande houdt. Ook internet verkopen, bespreken met die ondernemers. Nou, meneer Wildvang gaf het aan, dat is wel iets wat boven de markt hangt. Dus zorg dat je dat goed bespreekt met de ondernemers, dat we dus wel ons kennen vitaal houden en ook de winkelbestand waar we nu hebben zeker op peil houden. Nou, die gesprekken met die ondernemers, dat gaat u vast lukken, wethouder, want die ambitie is er zeker.
Dus ik wens u daar heel veel succes mee, zowel met de industrieclubs als de winkeliersvereniging. U hebt volop contact. Nou, hou dat contact en zorg ook dat op een gegeven moment, wanneer er iets ligt, dreigt te komen te staan, dat op een gegeven moment daar toch nog weer met contacten, zeg maar, iemand weer voor het lege pand krijgt. Het ondernemerschap in onze gemeente Dalfsen vitaal houden, nou, daar zijn we het mee eens. En ik wil eindigen met de mooie zin die in het stuk staat. De gemeente Dalfsen kiest ervoor vanuit haar eigen kracht zich te ontwikkelen tot een onderscheidende woonplaats en gemeente. Nou, daar zijn we het van harte mee eens. En we wensen u met die visie en met het opstellen verder heel veel succes. En we gaan graag akkoord. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van een paar maanden geleden hebben we een forse verbeteringsslag geconstateerd en daar zijn we blij mee. Zowel op structuur als inhoud zien we nu een kadernotitie liggen. Er zijn wel een paar opmerkingen over te maken en die wil ik ook graag meegeven. Allereerst de ambitie, die is dan wel heel compact weergegeven, maar wat ons betreft mag die in de definitieve structuurvisie wel iets wat meer ingekleed worden. Of aangekleed, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar hij is nu wel heel erg triviaal wat daar staat. Ik probeer hem daar wat meer kleur te geven, zou ik zeggen. Ten aanzien van de in hoofdstuk 2 genoemde inhoudelijke kaders, is het wat ons betreft zo dat dat beoogde kaders zouden kunnen zijn of moeten zijn. We hebben nog een fors aantal gesprekken te voeren. Dus zet het niet vast als van dit is per se het kader wat we meegekregen hebben. Maar geef daar ook de gesprekspartners enige ruimte in. En dan vernemen we zelf ook wel waar de weerstand op zit en waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Dat heeft ook te maken met de rol die de gemeente heeft. Wethouder heeft met name aangegeven dat we een faciliterende rol hebben. En toch, als je dan goed luistert naar het hele betoog, dan noemt hij ook een aantal andere zaken. Namelijk het enthousiasmeren en het uitdagen, of het woord verleiden heeft hij genoemd. De juiste richting wijzen, dat zijn nog even weer wat andere zaken dan faciliteren. Dus het is een iets wat bredere rol dan alleen faciliteren. En we zouden zowel in het opstellen van de definitieve notitie als in de verdere uitwerking ook die begrippen graag een plek willen geven. Wat we echt mooi vinden terug te lezen in deze kadernotitie, dat het belangrijk is om de schaal van onze kernen in acht te nemen. Volgens mij raakt dat ook wel het punt van de heer Wildvank. Geen megawinkels en dat soort dingen. Nee, Dalfsen gaat voor relatief kleinere winkels. Ook al komt er een grote keten, we hebben er natuurlijk een aantal, dan blijft dat wel de Dalfser maat, zou je kunnen zeggen. En dit is ook belangrijk om voor onze eigen en wat kleinere ondernemers ook een eerlijke plek te behouden. We vinden dat wel een heel belangrijk uitgangspunt in deze kadernotitie. En we willen in die zin ook wel een beetje wegblijven van die 7 keer 24 uur. Maatwerkbenaderingen voor de andere dan de drie kernen. Dat wordt genoemd bij de afbakening, maar wat ons betreft is dat ook een stukje beleid. Ik kan me voorstellen dat je niet alles gaat beschrijven in zo'n structuurvisie. Maar dan is er dit wel één die voor dan de rest van de gemeente van belang is. En misschien dat dat dan wel een plek kan krijgen ook in het beleid. Compacte winkelcentra met kwaliteit. Uitstekend. Voor alle lagen van de bevolking. Aan de ene kant pleidooi ook van de heer Wildvank voor speciaalzaken. Ja. Maar tegelijkertijd heb je voor iedereen wel wat nodig. En we hebben hier ook echt meerdere lagen in de bevolking. Want speciaalzaken zijn wel echt voor de bovenkant van de samenleving over het algemeen. Zo ervaar ik het in ieder geval wel. Maar het is belangrijk om alle lagen van de bevolking wel te bedienen. Nou, we hadden hier geschreven wat zijn de mogelijkheden voor een Dalfse digishop. Maar dat, nou ja, dat refereert natuurlijk aan de hele internetontwikkeling. Dat zou ook best wel eens een uitdagende vraag naar de winkeliers kunnen zijn. Want kunnen we daar ook krachten bundelen? Nou, creatieve oplossingen. Ja, misschien moet je wel stellen dat winkels voor standplaatsen gaan. Dat zou ook een stelling kunnen zijn. Maak je hem wel heel concreet.
Afsluitend nog twee elementen. Die 45.000 euro, die is toch echt in de begroting 2017 al opgenomen. Althans, in ieder geval het maken van deze structuurvisie, die is gewoon gefinancierd in de begroting. Dus ik zou nog even met collega wethouder Financiën dan schakelen van of dit opnieuw bevestigd moet worden. Want volgens mij hoeft het helemaal niet. En is het dat? Tenzij u zegt van ik heb extra krediet nodig. Maar dat blijkt hier niet uit. En het tweede punt is de periode waarover de beoogde de structuurvisie moet gelden. Houd daar vooral ook het begrip wendbaarheid voor ogen. En zet je niet vast voor 6 jaar. Dank u wel. Misschien afsluitend. Wij zullen in principe dit stuk steunen. Maar we zien graag nog even op een paar punten een reactie. Al dan niet schriftelijk. Zit naar de verkeerde knoppen. Komt allemaal goed hoor. Wethouder. Nou, sorry. Ja, toch komt niet alles goed, meneer Rooijakkers. Dankjewel, voorzitter. Ik wil het woord al aan mijn VVD-collega gunnen, maar zeg, ga jij maar eerst. Ik wil eerst even nog reageren op wat de heer Raammaker van gemeentebelangen mij toedicht. Dat is een iets te grote eer, want het was de heer Wildvang die opmerking maakte over de lengte van het stuk. Mijn gewaardeerde collega Wildvang, daar wil ik nog niet mee vergeleken worden na mijn korte tijd in de raad al. En hij heeft het over internet wat boven de markt hangt, maar het is al in de markt. En ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Dat is een geweldige ontwikkeling en daar sluit ik me ook bij andere suggesties aan. En mijn vragen over het kader van die standplaatsen, dat was ook wel ingegeven door het feit dat ik vind dat je dat niet zo in beton moet gieten en dat je dat juist moet blijken dat dat een aanvulling is en een stimulering van het winkelbestand. En ik zou ook wat dat betreft bij de ChristenUnie willen aansluiten met de one-liner winkels voor standplaatsen. Maar dat nog even terzijde. We vinden een paar dingen in de notitie, in de visienotitie, ontzettend interessant. En positief. Bijvoorbeeld dat je de klanten onderscheidt in winkelklanten, koopklanten en verblijfsklanten. Ik denk goed, ook om dat in het onderzoek mee te nemen. En idem het verschil dat je kijkt, waar komt die klant vandaan? Is het lokale klant, een regionale klant of een toerist? En wat voor invloed heeft dat op de beleid wat je zou moeten hebben als gemeente om dit te stimuleren dat dit goed gaat? Ook naar aanleiding van een aantal opmerkingen van collega's. Wij moeten niet bepalen hoe de ondernemers zich moeten gedragen. Dat ben ik eens. Maar het is wel goed om te weten hoe die ondernemers denken over de toekomst. Hoe dat ze zich denken te gedragen. En dan kunnen we rekening houden met hun standpunten. Verder in de... Denk ik dat het nuttig is om, voordat de opdracht wordt gegeven aan het bureau, want ik begrijp dat de aanbesteding al zo ongeveer is geweest, om toch nog een keer heel goed te kijken naar wat echte kaders zijn en wat echte doelstellingen zijn. En om dat onderzoeksplan gewoon heel smart te maken, zodat je ook achteraf krijgt wat je beoogt te krijgen. Want anders dan ben ik een beetje bezorgd dat we straks een heel dik pak papier krijgen waar we erg veel vragen over hebben. Dus ik geef het even mee, even los van het tempo waar we erin willen houden, formuleer het goed. Want het is een ambitieus plan, voorzitter. En ik vind het budget redelijk beperkt. Ook gezien de enorme druk die erop staat qua tijd. De oplevering is beloofd in juni, zoals alles in juni beloofd is. Voor het zomerreces zal weer een drukke maand worden. Ik vraag mij ook af of de brainstorming niet wat te laat is gepland. Maar goed, dat laat ik aan u over. Maar ik wil wel gewoon zeggen veel succes. Want ik vind het een geweldig ambitieuze doelstelling. En als er straks een goed rapport uitkomt, dan ontvangt u in elk geval mijn gelukwensen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, voorzitter, voordat ik start. Ik zag net de wethouder even neeschudden toen mijn collega Rooijakkers
vroeg of de gunning al was geweest van het... Maar in de stukken zie ik staan 1 februari, dus ik ga ervan uit dat dat nog wel op schema ligt, of niet? We hebben alleen offertes opgevraagd en het is nog niks gegund. Maar 1 februari is dat wel, dat staat in uw planning? Zodra de raad een besluit heeft genomen, dan kunnen wij bij spreken de zaak gunnen aan een partij die we denken die het beste bij ons past. Prima. Oké, dank voor even deze... toelichting. Dank voor deze herziene kadernotitie. Voor ons een grote verbetering in vergelijking met de vorige notitie. We hebben gevraagd om duidelijke kaders. Nou, die hebben we gekregen. Ik tel er zo in vergelijking met de vorige versie, tel ik er zo 35 die er staan. En die zijn ook duidelijk aangegeven. We hopen wel dat u straks zelf door de kaders heen de visie nog gaat zien. Maar goed, daar hebben we als raad zelf om gevraagd, dus we krijgen deze ook. Houd hierbij wel in het achterhoofd dat veel kaders mogelijk verstikkend kunnen werken op het creatieve proces om te komen tot een visie. Net ook al een iets andere bewoording aangegeven door de ChristenUnie. Voor de VVD geldt dat we vanuit onze kernen met een sterke detailhandel een goed alternatief moeten kunnen zijn voor andere plaatsen om ons heen, zoals bijvoorbeeld Zwolle. We hebben als gemeente Dalfsen echt wat extra te bieden. Met de visie in handen hebben we straks instrumenten in handen voor een goed winkelbestand en ook maatregelen om bijvoorbeeld leegstand te voorkomen, zolang dit valt binnen de taken van ons als gemeente. Voor ons geldt dat de participatie in dit proces de sleutel is tot succes. Zoek de middenstand op, ga met ze in gesprek en zet samen een stevige visie neer. Dit heeft u ook gepland staan voor de maand maart. En daarmee creëert u een groot draagvlak onder de plaatselijke middenstand. We zijn daarmee tevreden, maar zeggen we erbij, er staat nu 1 bijeenkomst gepland per kern, wat wij zo kunnen zien. En het lijkt mij wel dat u in contact moet blijven met de middenstand. Want het is immers een prachtige kans om de detailhandel goed te betrekken bij dit onderwerp. Net als door het CDA aangegeven, geldt ook voor ons, maak inzichtelijk wat de sterke punten zijn van de verschillende kernen. Wij sluiten ons ook aan bij het standpunt winkels voor standplaatsen. En we gaan akkoord met het gevraagde budget, als dat inderdaad nodig mocht zijn. Wat net ook hoorde van dat u nog even na moet gaan bij de wethouder Financiën. Kortom, we stemmen in met de kadernotitie en wensen u dan verder succes met de vorming van de visie. En we zien deze ook graag tegemoet. Dank u wel, meneer Veldhuis. Wethouder, toch de complimenten dat er een forse verbetering is ten opzichte van wat eerst voorlag. Ik denk dat daar goed werk is verricht, maar zijn er al nodige suggesties gedaan? En wilt u daar op dit moment nog op, kort op reageren? Dat wil ik zeker, voorzitter. In die zin van dank voor de goede suggesties en de aanvulling die ik heb gekregen, daar gaan we zeer zeker mee aan de slag. Wat dat betreft, dank ervoor. Een paar kleine opmerkingen, met name de heer Uitslag van het CDA over dus met name het standplaatsenbeleid. Ja, ik snap bij spreken, meneer Uitslag, uw reactie hierop. Maar in het verleden zijn aan de meeste ambulante handel een standplaatsvergunning gegeven voor onbepaalde tijd. En die kunnen we niet gauw bij spreken, die hebben geen juridische mogelijkheid om die bij spreken af te nemen. Daarbij, met name de wijze die we hebben aangebracht, is wel met name van nieuwe standplaatshouders. Die krijgen maar een vergunning in eerste instantie van 1 jaar, 1, 2 jaar. Dus wat dat betreft willen we dat gewoon in de hand houden en hiermee creëren we een soort met uitsterfconstructie. Maar daarna zegt de heer Nijkamp van ja, we moeten ook zorgen dat we voor iedere portemonnee en iedere doelgroep dat die hier de boodschappen kunnen doen. Dus met name daar moeten we ook rekening mee houden. Maar ik snap uw opmerking. De heer Wildvang over kwaliteitswinkels. Nou, in het stuk heb je kunnen lezen dat met name dat we daar met name in die kernen ook naartoe willen. En dat met name een aantal landelijke ketens bij spreken daar de drager van zijn. Want dat speelt zeer zeker een rol. Maar we moeten het hebben voor specialiteit en diversiteit. Dan de 45.000 euro. Het staat in de begroting voor 2016. Het staat niet in de begroting voor 2017, heb ik u gezegd. Maar
Het bedrag wordt meegenomen naar 2016, van 2016 naar 2017. Zo hebben we dat geregeld. En wat ik nu net tegen u heb gezegd is van waarschijnlijk nu we de offertes hebben opgevraagd, denken we dat we met die 35.000 euro en die 10.000 euro van de provincie waarschijnlijk niet uit zullen komen. En waarom niet? We willen als college dit goed aanpakken en met name we gaan voor persoonlijke benadering. In de, wat wij voorstellen willen we iedere winkelier en eigenaar van pand willen we persoonlijk bezoeken. Dat niet mensen kunnen zeggen van ja, ik wist het niet of ik zo. Dus we willen het gewoon goed aanpakken, want het verdient dit ook. Want het gaat over de toekomst, met name van de winkelgebieden in de kernen. Dus daarom vraag ik u clementie, mochten wij dat bedrag van 45.000 euro overschrijden, dat het niet bij u als een verrassing komt. Dan. Is gesproken over winkelklanten, koopklanten en verblijfsklanten. Zoals u dus hebt gezien is, gaan we dus ook straatinterviews houden. En we zullen het burgerpanel, wij spreken, zullen we ook gebruiken. Maar vooral hier op zaterdag en op vrijdag en door de week, ook op marktdagen in de kern. Met name ook de consumenten die daar op straat lopen, zullen we ook bevragen door mensen. Zodat we ook met name van de consument een goed beeld hebben. Dus nogmaals, dat even ter aanvulling. Maar dank voor de aandachtspunten die u hebt aangegeven. En die zullen we zeer zeker meenemen in het hele proces. Dank u wel, meneer Agricola. Ik zie net de wethouder Financiën aanschuiven. En daar maak ik gelijk maar even gebruik van. Er wordt gevraagd in een stuk om een bedrag van 35.000 euro over te heffen van 2016 naar 2017. En de heer Nijkamp had hier al de vraag over van, hebben we dit al niet beslist, dit krediet? Ik heb het boven even nagezocht. Ik denk, ik ben u van dienst. Dat staat niet in de begroting, meerjarenbegroting 2017-2021. Dus dat is nog niet opgenomen. Dus het is een terechte vraag van collega Agricola. Dank u wel. Toch handig als u komt aanschuiven op dit moment. Kunnen we gelijk door. Maar daar zijn ook nog wat aanzienlijke of opmerkingen over gemaakt. Mits dit beschikbaar gesteld moet worden. Dus het moet wel beschikbaar gesteld worden. En dan is mijn vraag op dit moment. Voorzitter, het hoeft alleen maar doorgeschoven te worden. Het was voor 2016 beschikbaar gesteld en het moet nu naar 2017 worden doorgeschoven. Het is dus wel opgenomen 2017 of 2016, maar het wordt doorgeschoven. Het is ook niet vrijgevallen, klopt. Resumerend. Veel waardering voor dit stuk wat voor ligt. De nodige opmerkingen om die mee te nemen naar het nog te verschijnen visiedocument. Het moet zorgen voor veel reuring en dynamiek, heb ik gehoord. Kwaliteit winkels. Op tijd aan het werk en in contact met de ondernemers. Zowel ondernemersvereniging als de winkeliersvereniging. Het moet compact zijn en met elkaar moeten we zorgen dat de leefbaarheid in onze kernen behouden blijft. Dit concluderende denk ik dat dit als hamerstuk naar de raad kan en dan zien wij dit jaar nog in juni het visiedocument van dezelfde kwaliteit als dit, dat we daar weer op mogen roemen, tegemoet. Succes. Dan gaan we verder met punt 7 van de agenda. Startnotitie, implementatie, omgevingswet. Verantwoordelijk wethouder, de heer Agricola. Ambtelijke ondersteuning, mevrouw Stel, de heer Lauterbach. Ruimt zijn plaats in.
Welkom mevrouw Stijl. De nieuwe omgevingswet komt eraan. Vermoedelijk in 2019. Als je niet met hele grote golven gaat komen. De dijken hoeven toch nog niet verhoogd te worden. Voorzitter, laat de wethouder toch bezig. Mag ik een vraag van de orde stellen? In hoeveel termijnen gaat u dit behandelen? Dit komt in twee ronden. Oké, ik denk dat ik door kan gaan. Was uw vraag, als ik had kunnen doorgaan, meneer Rooijakkers, was uw vraag ook overbodig geweest. Maar de nieuwe omgevingswet komt eraan, vermoedelijk in 2019. Waarbij verschillende wetten op het gebied van fysieke leefomgeving wordt samengevoegd en herzien. De Raad is hierover in technische sessies en workshops al eerder bijgepraat. Ook afgelopen donderdag nog. Het college heeft nu een startnotitie opgesteld waarin ambities staan beschreven over het bereiken van verschillende doelen en het tempo daarvan. Er valt voor de Raad wat te kiezen over de invoering van deze nieuwe wet. Vanavond kan de Raadscommissie openierend spreken over deze notitie. Daarna gaat het college aan het werk om een streefbeeld te maken dat terug zal komen bij de Raad ter bespreking. Behandeling, meneer Rooijakkers, u wordt op uw wenk bediend in twee ronden. Informerend, openierend en wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, trapt u af? Prima. Dank u, voorzitter. Ik heb als eerste even een aantal vragen. Wat we zien is een stuk waarin ik het idee krijg dat we als gemeente het ambitieniveau redelijk laag inzetten om te komen tot een goede omgevingswet in Dalfsen. Wat is de reden om het ambitieniveau over het geheel genomen laag in te zetten? Een andere vraag die ik heb is van de VNG die adviseert om een programmamanager aan te stellen voor de implementatie van de omgevingswet. Gaat het binnen onze gemeente ook gebeuren? En als dat niet zo is, waarom gaan we dat niet doen? Een laatste vraag die ik heb is van in het programma Aan de Slag met de Omgevingswet werken gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk samen. En in het programma is ook een routeplanner opgesteld. En volgens deze routeplanner zou 2017 moeten worden besteed aan de uitvoering van het programmaplan. De gemeente Dalfsen loopt dus nu, als je daarvan uitgaat, een half jaar achter op deze adviesplanning. Deze achterstand loopt gedurende het proces verderop. De voorbereiding voor de omgevingsvisie staat in de routeplanner voor het tweede halfjaar 2016 gepland. Dalfsen plant deze in, als ik het goed begrijp, voor het tweede halfjaar 2018. In hoeverre is Dalfsen op tijd klaar voor de invoering van de omgevingswet? Dat waren mijn vragen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wilsvank, Partij van de Arbeid. Ik heb één vraagje. Die gaat over de raad en waar de raad nou bij betrokken raakt en waar ze wat te zeggen krijgt, om het even plat te maken. In het verleden hebben we daar meerdere keren bij stilgestaan in de raad. Er zijn ook allerlei afspraken over gemaakt, het ging over inbreiding en dat soort dingen. Nou kunnen we natuurlijk vanaf scratch dat allemaal weer gaan doen. Maar ik ga er eigenlijk een beetje vanuit dat datgene wat in het verleden op dit punt na veel overleg is afgesproken, dat gewoon meegenomen wordt en vertaald wordt naar een nieuwe omgeving. Dat we niet nog eens keer weer al die afspraken die er echt wel liggen, nog eens keer opnieuw onder ogen moeten zien.
Dank u wel, meneer Dotfrank. Kijk even verder. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad hebben we afgelopen donderdag die technische sessie meegemaakt en gezien en gehoord wat er allemaal op ons afkomt de komende jaren. En nu ligt die startnotitie voor ons. En toch wel een vijftal vragen. Dalsen wil met de middengroepen, of achter de middengroepen, aan meelopen in het proces naar de implementatie. Maar wij hoeven geen koploper te zijn, en dat is ook niet onze ambitie. Maar alert met de kopgroep meedraaien en op die manier invloed houden of krijgen op het proces. En zodoende ook onze eigen stempel kunnen drukken op de landelijke ontwikkeling. Is dat een weg die het college alsnog zou willen volgen? Daarnaast rijst bij ons de vraag of de ambtelijke organisatie op voldoende sterkte is om deze ambitie om te zetten in daden, zodat we in begin 2019 voldoende uitgerust zijn en voldoende voorbereid zijn om de implementatie in gang te zetten. Als de gemeente achter de middengroep aan wil lopen bij de digitalisering, is het risico dat je wat mist natuurlijk net zo goed aanwezig, want stel in het stuk is er angst voor zijn. Het opzetten en het bijhouden van het digitale stelsel omgevingswet, waar we afgelopen donderdag hebben we alles over gehoord, de DSO zoals ze dat noemen, zullen we vanaf nu reeds voor Dalsen moeten opzetten om alles wat er op ons afkomt inzichtelijk te maken. Hoe denkt het college daarover? En daarnaast kreeg ik een onderzoeksrapport voor mijn neus van bureau King, dat is het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente. En in een van die conclusies staat dat de gemeenten bezig zijn met een verkenningsteam en die al ideeën hebben opgezet om de verwachte inzet inzichtelijk te maken. Is deze startnotitie die voor ons ligt het enige of staat er reeds al meer in de stijgers? Maar kortbij, hoe ver zijn we daarmee? En is dit rapport van King bij u bekend? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, nog een enkele aanvullende vraag, voorzitter. Het gaat volgens ons in hoofdzaak om de taakverdeling tussen raad en college. Visie en plan worden door de raad vastgesteld, maar het uitvoeringsprogramma door BMW. En nou is het natuurlijk de vraag van ja, hoe kunnen we daar invloed op uitoefenen? Hoe kunnen we bijsturen, ook in de tijd die voor ons ligt? Is het alleen maar financieel of eens in zoveel jaar met inpassingen en aanpassingen? Hoe kijkt het college daarnaar? En dan een vraag die er ja, in het verlengde van ligt en ook wat verder gaat. Wordt niet heel veel al bepaald door Europa, door nationale wetgeving, waterschap, provincie, buurgemeente? Daar heb ik dan zometeen nog wel een opmerking over. En nog iets meer op detailniveau, kan de situatie zich uiteindelijk zo voordoen dat je in de ene gemeente een natuurgebied hebt en in de andere gemeente een aangrenzend industrieterrein. Zou dat theoretisch kunnen? En dan eigenlijk de opstap naar het oordeel en de discussie. Moeten we het nu werkelijk zo zien dat je elke vierkante centimeter van onze omgeving helemaal uitputtend gaat beschrijven en heeft de raad over elk stukje wat te zeggen? Wij hadden het in de fractie erover van stel je voert coördinaten in en krijg je dan alle lagen te zien. Is dat dan het beeld wat ons voor ogen staat? Of gaat het toch om andere dingen? Ik hoop dat de wethouder daar iets over kan zeggen en dat we daar in de discussie over verder kunnen. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Rooijakkers, D66. Opinie volgt nog, voorzitter. En wij waarderen als D66... Ik heb toch het laatste woord, hoor. Dank je wel. Wij waarderen als D66 de praktische insteek, ook bescheiden, met kennis van de beperkingen van de organisatie. Niet altijd aan de kop, met de risico's van dien, maar goed volgen en kopiëren is vaak slimmer, is het kennelijke motto. Dus dat snappen we wel. Ik heb daarom maar twee vragen of opmerkingen voor de discussie. Op de eerste plaats, in de volgorde der dingen heb je in het algemeen eerst de visie, dan een plan, dan een uitvoeringsprogramma of projecten. Maar nu wordt gekozen om de omgevingsvisie pas in 2020 vast te stellen en daarna in 2021 het omgevingsplan. Hoe borgt u dat de daarvoor geformuleerde projectplannen en bestemmingsplannen daarin zullen passen? En op de tweede plaats, de omgevingsvisie en de omgevingsplan worden raadsinstrumenten. Daar hebben sommige collega's ook al eerder over gesproken. En dat het college op pagina 1 van de notitie dan al begint over de mogelijkheid tot het delegeren van de bevoegdheden van de raad bij het vaststellen van een omgevingsplan, vind ik opmerkelijk.
De omgevingswet geeft juist een duidelijke rolverdeling raad en college. En wat is de reden dat het college deze passage al heeft opgenomen? Te meer omdat de raad, naar ik aanneem, collega's, sowieso de mogelijkheid heeft om haar bevoegdheden te delegeren. Dus waarom dan hier zo aangegeven? Dank u wel, meneer Rooijakkers. Dat waren alle vragen. Wethouder Agricola, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter. Heel wat vragen. Ik zal ze trachten. Ik heb meegeschreven dat ik ze allemaal kan beantwoorden. En waar ik geen antwoord op heb, zal ik mevrouw Stel vragen om daar een toelichting op te geven. VVD. Ambitieniveau vindt u te laag en waarom? Nou, als ik naar het overzicht kijk van ambities, dan hebben we een viertal punten hebben we ingezet op hoog. Een tweetal punten op matig en een tweetal punten op laag. Dus het merendeel hebben we toch hoog ingezet. Maar in een aantal gevallen is het wijs om afwachtend te zijn. En niet te hard voor de troepen vooruit te lopen, want dan moet je soms ook extra kosten maken. En als je struikelt, dan moet je weer en het kost veel geld en het kost veel ergernis. En wetende dat het wetgevingsproces nog niet eens is afgerond en dat de Eerste Kamer er nog een besluit over moet nemen. Dus daarom hebben we toch voor gekozen om aan te sluiten bij het tempo van een grote middengroep. En natuurlijk, wat ook nog wel speelt, meneer Veldhuis, is dat welke onderwerpen legt het Rijk en de provincie bij de gemeente neer. Dus dat speelt ook nog een rol. Dan de programmamanager voor implementatie. We hebben hier binnen de organisatie hebben we een aantal mensen vrijgemaakt. En deze mensen worden bijgestaan door het bureau. En onder andere het bureau, die hebt u donderdagavond ook kennis mee kunnen nemen. Die heeft de technische sessie heeft die verzorgd. Dan de routeplanner. Van met name het programmaplan. Tal van ook achter. Die zei van, er zijn nog veel onduidelijkheden. En daarbij spreken zeggen van, daar moeten we wel goed naar kijken. De Partij van Arbeid, invloedraad, afspraken over andere inbreiding, oude afspraken meenemen in omgevingswet. Ik herinner me de eerste of tweede bijeenkomst dat een van u zei, als we dit zo horen, want dan hadden we ook een informatiesessie, hebben we als raad straks nog wat te zeggen. Nou, in ieder geval, wat dat betreft, wij als college hechten veel waarde aan de inbreng van onze raad. En met name de wijze waarop het in Dalfsen gaat, is ook de kracht van Dalfsen. Dus wat dat betreft, wat goed gaat, moet je niet 1, 2, 3 overboord gooien. Maar met name de nieuwe omgevingswet is er ook voor om met name burgers meer zeggenschap te geven. En dat de raad met name op hoofdlijnen gaat besturen. En de uitvoering richting de gemeente, het college. Maar nogmaals, het is een punt waar we heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Dan gemeentebelangen. Die vraagt ook weer, ja, u hebt gekozen voor een middengroep. Waarom niet in een kopgroep? Heb ik iets opgeschreven? Ik kan het niet eens meer lezen, meneer Jutte. Die zijn van Dals in de middengroep. En wat uw eerste vraag? De eerste vraag is van, ja, dat we niet achter die middengroep aanlopen, maar zeg maar met de kopgroep meedraaien en alert blijven op alle ontwikkelingen die daaruit voortkomen. Dus nog niet te ver achterlopen. Nou, daar heb ik net een antwoord gegeven. We gaan niet in de kopgroep mee. En met name dat we met name bang zijn dat we ons huiswerk overnieuw moeten doen. Is de ambtelijke organisatie voldoende op sterkte? Ja. En we hebben daarbij deskundigen ingehuurd. Digitalisering. Die hele digitalisering, met name, dat gaat momenteel heel erg snel. En daar zeggen we van, hou het in de gaten en duw op tijd
de juiste dingen. En ook in dit, we zijn nu ook druk bezig met het hele digitaliseren. En met name automatisering is ook een belangrijk punt hier in de hele organisatie. Maar nogmaals, er moeten verschillende dingen moeten verder uitgewerkt worden. Maar met name, het heeft niet de prioriteit, maar we moeten wel zorgen dat, als het straks is, dat we het ook kunnen gaan doen. Bureau King, nou, het bureau wat met name wat ons bijstaat, is op de hoogte van de ins en outs wat het bureau King met name naar voren heeft gebracht. ChristenUnie, invloed om bij te sturen. Een doorgaand proces is dat. Dus wat dat betreft, je begaat ergens toe, maar die wereld van tegenwoordig, het is, wat vandaag modern is, is morgen alweer oud. Dus wat dat betreft, je zult continu moeten bijsturen. Het is een doorgaand proces. En zullen er verschillen per gemeente zijn? Ja, er zullen verschillen per gemeente zijn. Omdat met name burgerparticipatie een veel grotere rol krijgt. En met name burgers gaan straks veel meer met voorstellen komen hoe zij denken dat die openbare ruimte ingevuld moet worden. Dat er meer tegemoet kan komen op wensen van burgers. Kijk, nu ligt het bij de gemeenteraad bestemmingsplanwijzingen. Maar het is met name in straks een uitwerking van ja, hoe krijgt die nieuwe omgevingswet handen en voeten. Wat is de rol van het Rijk, wat is de rol van de provincie en wat is de rol van de gemeente? En moet elke vierkante meter uitputtend worden beschreven? Wij hopen van niet. Wij hopen van niet. Maar het zal moeten blijken in de verdere uitwerking. D66. Bescheiden zijn, goed volgen en kopiëren. Dat is soms beter dan met name in de kopgroep meelopen. Het kan soms ook goedkoper zijn. Visie, plan en uitvoering. Passen bestemmingsplannen hierin? Het is zo dat de... Want in 2019 gaat de omgevingswet van kracht. Dan op dat moment de geldende bestemmingsplannen die een gemeente heeft, wordt automatisch omgezet in een omgevingsplan. En de gemeente krijgt na 5 tot 10 jaar de gelegenheid om dit om te zetten in een echt omgevingsplan. Dus na 2019 hebben we nog tijd en ruimte. Maar als wij bij spreken een bestemmingsplan gaan wijzigen, dan proberen we wel zoveel mogelijk al nu al naar die nieuwe omgevingswet te kijken. En met name daarbij ook dus te proberen, met name in het hele proces. En daar willen we u ook in meenemen. Dus nu staat een nieuwe bestemmingsplan kernen, want het bestemmingsplan Leemreveld loopt af. En we willen nu een nieuw bestemmingsplan maken voor alle kernen. 1 bestemmingsplan. Dus daar kijken we ook al even met de schuine van een nieuwe omgevingswet. Delegeren van bevoegdheden, zegt u meneer Royak, staat op de eerste plek. Of staat al in het voorwoord? En is dat niet wat te veel of te ver voor de muziek uitlopend? In de zin van, ik snap uw opmerking, maar hou er rekening mee, met name van, dat de nieuwe omgevingswet straks andere bevoegdheden kent en andere rollen. Maar nogmaals, we willen hier graag het goede behouden in de gemeente Dalfsen. Ik weet niet of mevrouw Stijl nog een toevoeging heeft op hetgeen wat ik gezegd heb. Ik kijk even naar haar. Mevrouw Stijl? Ik denk dat ik geen verdere toevoeging heb, tenzij er nog vragen zijn. Oké. De vragen zijn beantwoord. Ik weet niet of daar nog... reactie op mag. Meneer Veldhuis.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb dan nog, ik ben niet helemaal tevreden met het antwoord van de wethouder op het, de reden waarom het ambitieniveau over het algeheel genomen zo laag is ingezet. U zegt er zijn een aantal zaken op hoog gezet, dat ben ik wel met u eens. Maar als we kijken in de volgorde waarin zaken moeten gebeuren, je zult toch eerst een visie moeten hebben en vervolgens een omgevingsplan moeten gaan maken. En die staan juist allebei op laag. En nou is eigenlijk mijn reden, waarom staan die nou op laag? Terwijl je eigenlijk, die zal, het komt een beetje over alsof je gaat autoracen met een dieseltje en meegedoen aan de Formule 1. Meneer Griekelaar. Ja, meneer Veldhuis, ik snap het. Maar het wetgevingsproces is niet afgerond en het moet nog door de Eerste Kamer. En dan zeg ik van, dan past soms ook qua ambitieniveau dat je zegt van, joh, we gaan eerst even aanwachten. En daarom hebben we ervoor gekozen een gemiddeld in die middengroep te zitten. Maar daar, we zeggen van, daar kunnen we in de kopgroep en dan hebben we daar vier onderwerpen. Dat hebt u ook kunnen zien in het bijgevoegde onderwerp. Daar willen we, hebben we een hoog ambitieniveau. En bij spreken, daar kijken we heel erg naar het begin. Maar nogmaals, we willen geen dubbel werk doen. We willen het graag in één keer goed doen. Want daar bent u als raad ook bij gebaat. Want als je dus een hoog ambitieniveau hebt en je zit in de kopgroep, ben je ook heel erg kwetsbaar. Maar waarom staan dan de andere onderdelen wel op hoog? Omdat we gemeend hebben die onderwerpen, dat we daar wel wat vooruit mogen lopen. Oké, okay. Dank u voor uw antwoord, meneer Wilsfrank. Ja, ik heb wel een antwoord gekregen op mijn vraag. Overigens was een ja of nee ook voldoende geweest. Maar ik kreeg geen ja en het antwoord dat ik kreeg duid ik nu dus even als een nee. Afspraken uit het verleden worden dus eigenlijk vanaf nu, of die worden in dit verband in ieder geval niet meegenomen. Meneer Griekelaar? Nou, dat zeg ik niet, meneer Wildvang. Kijk, in die zin, als ik ja of nee zeg, dan moet ik het wel zeer zeker weten. Kijk, ik weet niet hoe die uitwerking zal zijn, maar daar, dus in die zin van waar die mogelijkheid zich voordoet, zullen we dat zeker gaan doen. Want als iets goed is, en met name wat in goed overleg met onze raad gaat, en wat u al eerder heeft vastgesteld, waarom zouden we het los moeten laten? Dus wat dat betreft, en ik kan wel zeggen volmondig ja, maar als de wetgeving straks iets anders zegt, dan zegt u straks tegen mij, ja maar wethouder, u hebt gezegd van dat het verankerd was. Dus in die zin van de intentie is van wel, maar of het uiteindelijk ook zal gebeuren, daar kan u geen definitief ja op zeggen. Dank u wel. Meneer Rooijakkers, u nog? Ja, ik heb ook eenzelfde probleem als mijn buurman met beantwoording. Want ik heb gezegd, volgens mij heeft de raad sowieso de mogelijkheid om haar bevoegdheden te delegeren. De omgevingswet geeft een duidelijke rolverdeling. Ik wil eigenlijk graag die passage eruit hebben over die delegering van die bevoegdheden. Want de uitvoering is sowieso een verantwoordelijkheid van het college. Dus dat was eigenlijk de achtergrond van mijn vraag, maar daar kreeg ik niet zo'n duidelijk antwoord op. Meneer Griekenwaar? Nou, in deze geval, wat dat betreft, meneer Rooijakkers, ik kan nou niet tegen u direct zeggen volmondig van ja, dat gaan we aanpassen. Oké, ja, ik krijg ook even ingefluisterd. De startnotitie hoeft niet vastgesteld te worden. Dus, ja. Dat gezegd hebben, komen we naar het openierend gedeelte van dit agendapunt. En wie mag ik daar als eerste? Meneer Jutten? Ja, laat ik maar aftrappen. Dank voor de startnotitie. Het is het begin van een heel lang proces. Er komt heel hard op ons af de komende jaren. En voordat alles rond is en is geïmplementeerd, zijn we misschien wel twee verkiezingen verder. We kunnen inderdaad rustig aandoen en achter iedereen en alles aanlopen, maar dat lijkt onze fractie niet wenselijk. Vooroplopen is niet verstandig, maar Dalsen heeft volgens ons wel de mogelijkheden en de potentie om eigen initiatief te tonen en middels pilots in het perspectief van een nieuwe omgevingswet te bezien hoe lopende zaken al met andere ogen bekeken kan worden. Tijdens de technische sessie werd gesteld dat 20% inhoud is en techniek en 80% gedrag en houding. Wat inhoud en techniek betreft, zul je om goed integraal te kunnen werken, de digitalisering in onze ogen goed moeten opzetten. Daar kun je niet te lang mee wachten. Wat gedrag en houding betreft, zal er ook een omslag in de organisatie moeten komen. Dat is voor ons als raad en de organisatie onvermijdelijk. De stelling van nee, dit kan niet omzetten in ja, dat kan wel, mits.
Bij een aanvraag vraagt veel inzicht en in aangepaste en nieuwe kaders en regels. Waar en in welke vorm wij als raad in beeld komen, lezen we in het plan van aanpak. Er moet veel werk verzet worden en dat zal veel vragen van de organisatie. Wij zien uit naar eventuele experimenten binnen onze bestemmingsplannen, en dat gaf de wethouder ook al aan, en het vervolg van in het plan van aanpak. We gaan uit van een proactieve houding van onszelf als raad, van het college en van de organisatie. En we wensen u heel veel succes met het verdere proces. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. We zaten net al een stukje in de discussie en volgens mij ging het vooral om discussie. Eerste punt wat we willen noemen is dat we vinden dat veel wetten en regels kunnen natuurlijk samengevoegd worden, maar je moet wel uitgaan van de huidige afspraken, wat de Partij van de Arbeid net ook al zei. Dus dat zou uitgangspunt moeten zijn. En dan vinden we een ander belangrijk punt, participatie, dat je echt gaat kijken naar verbinding met die samenleving. En volgens ons moeten we daar gewoon oefeningen voor doen. Dus als het ware gewoon nu meteen aan de bak om te kijken, pak maar een stel casussen en ga er maar mee aan de slag. En zie maar waar je tegenaan loopt met elkaar. We zullen ook vroegtijdig in deze fase ook al moeten gaan onderhandelen en gaan spreken met waterschap en provincie. Dus niet dat allemaal voor de toekomst laten, maar ja, aan de bak. Vooral met die oefeningen op basis van huidige afspraken. En ik vond het ook mooi wat D66 zei, visie en plan leg je als eerste vast en daarna kom je aan de uitvoering toe. Dus dat zou inderdaad volgens ons ook de volgorde moeten zijn om te gaan werken. Want het gaat uiteindelijk om die rolverdeling tussen college en raad. Ik heb er in het begin bij de vragen al iets over gezegd. En dat heeft met die delegatiemogelijkheden te maken die er gewoon zijn. En we willen toch zoveel mogelijk dat recht behouden om te bepalen wat er gebeurt zonder ons uit te leveren en alles voor de toekomst vast te leggen. En dan kom ik terug bij die coördinaten. Je kunt op een gegeven moment coördinaten intikken en zeggen, nou weet ik alles wat er op dat gebied mag. Maar dat lijkt ons echt een brug te ver, want daar gaat het volgens ons helemaal niet om. Maar soms lijkt het er wel op. Dus laten we in een gematigde koers die weg maar bewandelen. Maar wel goede oefeningen doen om ook het gezamenlijk dat gevoel te krijgen van wat houdt die wet nou in, waar loop je zo al tegenaan. En laten we het maar praktisch maken. Tot zover. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Wij vinden dat het ambitieniveau van de implementatie van deze wet hoog mag worden ingezet. En vooral als het gaat om de omgevingsvisie en de omgevingsplannen. En met name een omgevingsvisie vinden wij van belang. Dit is het belangrijkste onderdeel voor deze wet waar wij ook als raad invloed op kunnen uitoefenen. De visie bepaalt hoe we als gemeente om willen gaan met alle andere genoemde onderwerpen. Het stelt kaders vast waarbinnen de andere onderwerpen ontwikkeld worden. Het is eigenlijk een soort kompas. Het uitwerken van een omgevingsvisie vergt minimaal 2 jaar. Het is belangrijk om de visie op 1-1-2019 klaar te hebben. Met dat uitgangspunt in het achterhoofd zullen we nu snelheid moeten maken om geen grote achterstand op te gaan lopen. Dus wij stellen ook zeker voor om het ambitieniveau minimaal naar matig op te hogen als het gaat om de omgevingsvisie. Naar ons oordeel zullen de andere onderwerpen qua ambitieniveau zoveel mogelijk aan moeten sluiten bij de ambitie van de omgevingsvisie. We begrijpen dat er veel moet gebeuren om het gevraagde ambitieniveau te realiseren. Toch moeten we ons hierop richten. De burger en het bedrijfsleven verwachten straks terecht een andere overheid op dit gebied. Minder regels, minder wetten. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat de gemeente Dalfsen op 1 januari 2019 nog moet gaan bedenken welke visie ze heeft. Aan de slag dus. Tot slot nog een suggestie. Saxion Hogeschool geeft gemeentes ondersteuning met zogenaamde living labs, waar pilots op het gebied van de omgevingswet worden uitgevoerd in samenwerking met gemeentes. De gemeente kan hier zelf pilots voor indienen. Dat is misschien ook iets voor de wethouder om mee te nemen in het verdere traject. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Kouwen. Ja. De CDA-fractie is blij met de startnotitie en dat die zo ruim 2 jaar, zeker voor de invoering van de nieuwe wetgeving, wordt besproken. Dank. En de titel startnotitie doet vermoeden dat we in Dalfsen nog moeten beginnen. Maar het proces om tot betere en eenvoudige werkwijze te komen loopt al even. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop we de laatste tijd omgaan met burgerparticipatie.
De ambities die in de startnotitie naar voren komen, passen volgens de CDA-fractie bij de gemeente Dalfsen. Niet laag, maar gezond en in verhouding. Een kwestie van woordkeuze misschien. Hoe de omgevingswet er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Maar dit maakt grote investeringen in ICT bijvoorbeeld risicovol. We kennen allemaal de ervaringen van de Rijksoverheid in de digitale wereld. Het lijkt ons een gezonde houding om als Dalfsen de ontwikkelingen op dit vlak op de voet te volgen en aan te haken bij goede voorbeelden in de landen. Demareren op het goede moment. Volgens mij hoeven er helemaal geen plannen klaar te zijn op 1 januari 2019. Maar moeten we tegen die tijd wel weten wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Andere algemenere doelen, zoals integraal werken en betere dienstverlening, juichen we altijd toe. Verwachten dat de omgevingswet bij deze doelen een zetje in de juiste richting is, als een soort katalysator. De aanstaande omgevingswet dwingt ons ook om als raad te bezinnen over onze rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daar vragen de nieuwe instrumenten immers om. Zal de tijd waarbij we als raad voor plannen van 1 of enkele woningen worden bevraagd straks volledig voorbij zijn? Als het aan de CDA-fractie ligt, gaan we wel een stap in die richting zetten, maar dat zal niet van vandaag op morgen kunnen. Dat vereist heldere kaders in op te stellen omgevingsvisie en omgevingsplan en een duidelijke visie van het college bij de uitvoering. Een beweging van naar de letter van de wet naar in de geest van de wet, waarbij we de mogelijkheden tot misbruik van de verruimde regels willen indammen. We willen het college vragen om de bestuurlijke verhoudingen tussen college en raad expliciet te blijven betrekken bij de implementatie van de omgevingswet. Ik denk dat het iets is om samen vanuit de bestaande verhoudingen te verkennen. Ik rond af. De omgevingswet, eenvoudiger en beter. Dat redden we niet met regels alleen, maar dat raakt de kern van ons denken en doen. En dit doen we met elkaar, als raad, college, ambtenaren, inwoners van de gemeente Dalfsen. Maar we hebben een goed gevoel bij de startnotitie en de opgestelde planning. Dus aan de slag. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Wildfang, Partij van Arbeid. Dank u. We hebben even vanuit twee invalshoeken naar dit stuk gekeken. Die twee invalshoeken staan ook in het stuk zelf. De doelen en de ambities vloeien allebei natuurlijk een beetje voort uit de wet en de regelgeving eromheen. En we hebben gezegd van ja, die 6 doelen die daar nu staan, daarvan zijn met name de doelen 3 en 4. En dan hebben we het over vergroten bestuurlijke afwegingsruimte en het versnellen en verbeteren van de besluitvorming. Dat zijn wat ons betreft de punten waar we als raad in ieder geval voor aan de lat staan. En waar we ook zullen moeten afwegen waar daar nou de risico's zijn van degene wat we willen beslissen. En die andere punten zijn daarmee niet minder belangrijk, echt niet. Maar dat zijn meer de vragen van hoe en wat je gaat doen. Terwijl bij het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte bijvoorbeeld, daar zit het risico in dat er wellicht wat los wordt omgegaan met bevoegdheden. En als raad sta je maar zo buitenspel. En daar zouden we echt, echt nauw bij betrokken willen zijn. Nou, als je dan maar kijkt naar de ambities, zijn er een stuk of 8. Daar zijn we wat ons betreft vooral de omgevingsvisie, het omgevingsplan, het samenvoegen van de regelingen en de participatie het meest wezenlijk. Het punt is alleen dat omgevingsvisie en omgevingsplan, die worden even naar achteren geschoven in de tijd. En daar werd net ook al iets over gezegd. En dat is wat lastig, omdat op een andere plek in het stuk wordt gezegd van we willen inzetten op 4 onderwerpen. De laatste van die 4 is dan de bestuurlijke afwegingsruimte. En die komt nog net in die omgevingsvisie en in het omgevingsplan aan de orde. Dus verderop in de tijd. En verder zien we in het stuk ook helemaal niet terug hoe die bestuurlijke afwegingsruimte überhaupt wordt vastgesteld. Hoe we dat gaan doen. Dus dat vind ik nog wel een lastig punt. En ik hoor op een moment graag hoe het college daarnaar kijkt. Wat betreft het samenvoegen van regelingen omtrent de fysieke leefomgeving. Dat wordt als ongeveer een van de eerste onderwerpen gestart. Helemaal prima. Toch zou ik daar een kanttekening bij willen maken. Want juist daar loop je wellicht aan tegen die bestaande afspraken. Daar kom je op dat punt van hoe hebben we dat in het verleden nou gedaan. En waar waren we als raad nou bevoegd en waar zat het college aan het stuur. Als het alleen gaat om het samenvoegen, het integreren van plannen, prima. College, daar staat u voor aan de lat. Maar ontstaat er iets nieuws of verdwijnt er iets bestaans
in deze sfeer, dan zou ik toch wel willen pleiten om het hier in de Raad opnieuw aan de orde te stellen. Want anders kunnen we elkaar ook wellicht verrassen. En ik denk dat dat niet uw bedoeling is en zeker ook niet de mijne. Nou, participatie als laatste, dat hoef ik niet te zeggen, geloof ik, vinden wij belangrijk. Ik heb het even vertaald ook als burgerparticipatie. Belangrijk punt om een raad in ieder geval ook daarbij te betrekken hoe dat in dit verband handen en voeten wordt gegeven. Kortom, prima voorstel. Als raadslid wil ik in ieder geval betrokken zijn bij hoe we nou vaststellen in omgevingsvisie, omgevingsplan, hoe die bestuurlijke ruimte wordt verdeeld tussen college en raad. Daar laat ik het even bij. Dank u wel, meneer Wildfank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Er is heel veel verstandigs gezegd vanavond over dit onderwerp, dacht ik, collega's en voorzitter, collega's en wethouders. Het is ook nogal wat. Van 26 wetten en 5000 wetsartikelen naar één omgevingswet en 350 wetsartikelen. Het klinkt nog steeds ongelooflijk en onbegrijpelijk. En dat er te veel wetten en artikelen waren, is me duidelijk. Maar een dergelijke reductie, dat gaat een beetje de voorstellingsvermogen te boven. Het komt allemaal op ons af en over ons heen. Met bovendien nog steeds meer taken en verantwoordelijkheden voor de gemeente. En bij een cursus tijdmanagement die ik lang geleden volgde, was een van de belangrijkste vragen hoe je dit soort gigantische taken moet aanpakken. Men vergeleek dat, met excuses voor de dierenliefhebbers, met hoe eet je een olifant op? Maar dat is maar een voorbeeld. Je eet het hapje voor hapje. En gelukkig hebben we nu van het college een startnotitie gekregen die we als een eerste hapje kunnen beschouwen. Ik moet zeggen, hij ligt zwaar op de maag, maar het is wel te verteren. Dank daarvoor. Ik herhaal niet over het tempo en de bescheiden inzet en het beter kopiëren. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de hoofdlijn. En er zijn er denk ik twee. De visie die achter de omgevingswet zit, namelijk van nee naar ja mits, is er eentje die D66 omarmt. Dat geldt ook voor de verandering van de focus. Van de systeemwereld, van wetten, systemen en processen, de ambtelijke wereld zo u wilt, naar het centraal stellen van de activiteiten. Aansluiting zoeken bij de leefwereld van inwoners en ondernemers. Daar zijn we ook helemaal mee eens. En het laatste is, en dan kom ik tot het punt, de omgevingswet gaat een gigantische verandering van denken en houding vragen. Dat hebben sommige van onze collega's ook al gezegd in de organisatie. Deze gedragsverandering is er een die vooral voor het management en specifiek de gemeentesecretaris een enorme uitdaging zal zijn. Wij hopen en verwachten dat ook deze grote verandering tot een goed eind wordt gebracht. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Ja, u hebt allemaal uw opinie gegeven. Waarbij iedereen het wel over eens was dat er een duidelijk stuk voor ligt. Waarbij we ook sommigen dat de ambitie iets hoger mag zijn, maar dat we ook zeggen de gematigde koers is prima. Past bij Dalsen, aanhaken en demareren. Dit alles overschouwende, denk ik dat ik kan concluderen dat u het nodig hebt aangedragen gekregen en dat het belangrijkste is dat wat de raad vraagt is dat zij up-to-date gehouden worden en waar nodig bijgesproken wordt of bijgepraat wordt over waar u mee bezig bent. En als u dat nog wilt toezeggen, wethouder, dan wil ik daarna dit punt afsluiten. Dat kan ik het u zeggen, voorzitter. Dank u wel. Daarmee is dit punt afgesloten. En ja, even een punt van orde. Het is inmiddels 7 minuten over 10:30.
Evaluatie Participatieraad. Kunnen we daar snel doorheen, collega's? Ja? Dan wil ik dat toch als volgende punt gaan behandelen. Evaluatie Participatieraad, informerend. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Mattels. In januari 2015 is de participatieraad in onze gemeente ingesteld. Na 2 jaar is het goed om de werking daarvan te evalueren en dat is gebeurd. De raad heeft daarbij ook een aantal evaluatiemomenten meegegeven. Er is geconcludeerd dat de participatieraad naar tevredenheid functioneert en dat een aantal verbeterpunten wordt uitgewerkt, inclusief extra budget. Het is een informerend voorstel, dus graag in 1 ronde en uw opinie over deze evaluatie. Wie mag ik als eerste voor 1 keer, in 1 keer, het woord geven? Meneer Koetsier. Ja, dank u voorzitter. In ieder geval erg bedankt voor de evaluatie. Korte reactie vraagt u, die hebben wij ook. We lezen dat de participatieraad een goede rol heeft gespeeld afgelopen periode en ook kan en gaat spelen in de volgende fase van de decentralisatie. Dus wij stemmen daar van harte mee in. We hebben een kleine vraag om nog een keer door de wethouder aan te laten geven wat nou het resultaat gaat worden van het extra geld. Best wel een fors bedrag. Wat gaat daar het resultaat van zijn? Maar verder zijn we blij met de participatieraad en wensen we de raad veel succes in de komende tijd. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn tevreden met de kernboodschap dat de participatieraad beantwoordt aan de doelen en functioneert naar tevredenheid. Enkele punten die ons zijn opgevallen uit de uitgebreide evaluatie zijn. Er is nog te veel focus op wat niet goed gaat. Een proactieve rol mag nog meer groeien. De PR moet niet de participatieraad, ik zeg al PR, maar de participatieraad moet niet optreden als belangenbehartiger. De zichtbaarheid is niet erg groot. Het grote publiek weet niet wat de participatieraad is en doet. De participatieraad moet niet gezien worden als een verlengstuk van de gemeente, dus beter communiceren. En geen casussen beschrijven, maar duidelijk maken waar de knelpunten zitten in beleid of uitvoering. Kortom, een eindrapportage waar veel lessen uitgetrokken kunnen worden en de aanbevelingen duidelijk zijn. Richting de toekomst staat de participatieraad dus nog wat te doen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We vinden het een prettig leesbare evaluatie, zoals dat ook is vormgegeven. We zien daarin aangegeven de behoefte om beweging te maken van ad hoc naar meer planmatig werken. Dat juichen we ook toe. Waarbij we wel het idee hebben dat het goed is om bij de rol te blijven zoals ze dat heeft. Namelijk die adviesrol wanneer er beleidsvoornemens zijn. En we stellen ook voor dat de participatieraad zelf de verantwoordelijkheid heeft en ook neemt om zich verder te ontwikkelen. De relatie naar de jeugd als bijzonder aandachtspunt vinden we positief en ondersteunen we ook. Verder zaten we wel wat te gissen naar de bedoeling van het stuk in de aanbiedingsbrief. Want daar wordt in één keer een financiële paragraaf toegevoegd. Volstrekt niet onderbouwd van wat er nou wordt voorgesteld. Het is ook eigenlijk geen voorstel, dus we weten eigenlijk niet precies wat we met die passage aan moeten. Een tweede deel van het stuk wordt gesproken nog over de dekking. Over de krachtige burger. Er staat een of andere wat cryptische passage in over de krachtige burger, dat de participatieraad zich daar ook moet gaan richten. Maar wij kunnen niet bevroeden wat daar bedoeld wordt. Maar dat is een stuk van het college en niet van de evaluatie. Dus ik weet ook niet of dat nu dient. Maar dat zouden we nog graag toegelicht willen zien. Voor de rest kennis van genomen. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Veldhuis, VVD. Heel kort nog een aanvulling. Wat wij zien is, wat we eigenlijk willen vragen is, ga eerst de reflectie goed organiseren bij die participatieraad. En kijk dan wat nodig is qua budget. Want het wordt nu 51.000 euro wordt er gevraagd. Ja, waaraan gaat dit besteed worden? Het is voor ons ook onduidelijk waar dat naartoe gaat. En voor de rest, dank voor de inbreng. Meneer Royakkers. Ja, ik heb een kleine vraag over de cijfertjes. De,
Er staat de kosten stijgen ten opzichte van 2016 met 26,6.000 naar een totaal van 51.600 in 2017 en 2018. Moet ik dat zo begrijpen dat de kosten zijn gestegen van 25.000 naar 51.000 en dat die 51.000 per jaar is, zowel in 2017 als in 2018? Oké, okay. Ja, ik vond het een beetje cryptisch opgeschreven, maar de wethouder knikt even voor de mensen thuis dat ik het zo goed begrepen heb, voorzitter. En verder ben ik het eens met het verlengen 2 jaar. Akkoord. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel, heel kort. Partij van de Arbeid is positief over de ontwikkeling zoals die zich tot nu toe heeft voorgedaan. Vragen inderdaad ook wat aandacht voor het budget. Lijkt erop alsof ze toch wat extra budget vragen. Ik ben wel even benieuwd op enig moment om te horen wat het antwoord gaat worden. En de naam van de participatieraad of het bestaan van de participatieraad lijkt nog wel wat onbekend. En daar waar ze dan wel bekend is, wordt ze soms te veel als verlengstuk van de gemeente gezien. Dat hoor ik net ook van gemeentebelangen. Dus daar zou nog ook wat aandacht aan moeten worden besteed. Voor het overige, dank voor het stuk. Dank u wel, meneer Wildvank. Wethouder Formatos, wilt u hierop antwoorden? Ja, natuurlijk, voorzitter. Vanavond was ik nog bij de participatieraad. Die hadden vanavond ook weer een vergadering. Het is eigenlijk jammer dat altijd de participatieraadsvergaderingen op hetzelfde moment plaatsvinden als de gemeenteraadsvergadering. Dat is voor mij ook jammer, dan kan ik niet altijd aanwezig zijn bij hun vaak interessante onderwerpen die ze behandelen, om daar iets van te beluisteren en iets mogelijk van te kunnen zeggen. Maar feit is wel dat de participatieraad eigenlijk heel goed functioneert. Dat komt ook wel uit het evaluatierapport. Het gaat, gezien het feit dat ze nog maar relatief jong zijn, hebben ze ontzettend veel tot stand gebracht. En is het voor ons een geweldige partner om te hebben binnen het sociaal domein. En daar zijn we nog heel blij mee. En ze hebben zelf een verzoek ingediend om ook extra financiële ondersteuning te kunnen krijgen. Dat hebben we trouwens al gehonoreerd. Daarvan hebben we gezegd van dat was goed onderbouwd. Ze hebben in ieder geval aangetoond dat ze dusdanig veel extra uren hebben gemaakt al de afgelopen jaren. En dat de vergoeding die daar tegenover stond eigenlijk niet een goede waardering voor hun zou bieden ten opzichte van de inzet die ze de afgelopen jaren al hebben gepleegd. En ook de komende jaren zal hun inzet ook nog heel vaak nodig zijn. Dus dat is wel opvallend dat het aantal vragen gaat vooral over het financiële stuk. Omdat u denkt van hoe is dat opgebouwd en hoe is dat tot stand gekomen. Maar als college hebben we dat besluit al genomen. Omdat het toch ook binnen de mogelijkheden van ons lag om dat binnen het sociaal domein op te lossen. En is dat ook de bevoegdheid van het college om dit zo te besluiten? Ja, omdat wij dat zien binnen de uitvoering van het sociaal domein. En op basis daarvan hebben we dit kunnen doen. En we hebben natuurlijk wel gewikt en gewogen of het gerechtvaardigd is. En of het inderdaad die middelen op een goede manier terecht zouden komen. Maar die 2 jaar ervaring die we hebben opgedaan met de participatieraad vonden wij het voldoende onderbouwd om hun niet alleen te ondersteunen in financiële middelen, zodat ze het werk goed kunnen doen, extra cursussen kunnen volgen, een kwaliteitsslag kunnen maken. Alle zaken die worden aanbevolen in de conclusies, daar hebben ze ook enige financiële ruggensteun bij nodig. En dat was de reden voor ons om te zeggen van dat honoreren we, dat verzoek. Kortom, de conclusies die zijn heel duidelijk. Er worden al talloze aanbevelingen gedaan, maar het... En één heel belangrijk is de voeding vanuit de bewoners, dat die beter georganiseerd moet gaan worden. Ik denk dat het ook een schone taak is voor de participatieraad om daar gestalte aan te geven de komende jaren, zeg maar. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Krachtige burger. De krachtige burger, dat is eigenlijk de burger, de zelfredzame burger. Een van de kenmerken van de... sociaal domein, de transitie van waar willen we naartoe? We willen natuurlijk zelfredzame burgers hebben, zelfredzame bewoners. En dat kunt u associëren met de krachtige bewoner, zeg maar. Daar heb ik het aan kunnen ontlenen. Die associatie heb ik tenminste getrokken. En in de context van het verhaal was het voor mij wel duidelijk wat bedoeld werd. Maar u had er toch een vraagtekens bij. Maar dat is toch wel die zelfredzame bewoner. Ik probeer altijd het woord burger te vermijden. Bewoner, zeg ik dan. Oké.
Dank u wel. Afsluitend, is de commissie vol lof over het rapport, vol lof over de participatieraad, het functioneren van de participatieraad en dat ze dat nog verder willen ontwikkelen. En u zelf zegt dat het een geweldige partner is. Nou, ik zou zeggen, hou dat zo en dan komen er nog mooie dingen uit voort. Daarmee sluit ik... Voorzitter, ik zou toch nog wel even een voorbehoud willen maken over de bevoegdheid van het college om dit zelfstandig te beslissen. Want zoals de wethouder het nu formuleert, is het aanvullen dan wel nieuw beleid. En is dat toch ook gewoon iets wat via de raad loopt. En dan mag de financiering gevonden worden in ruimte in het sociaal domein. Daar ben ik alleen maar blij mee. Hoewel je dat in januari constateert, vind ik dan ook al sterk. Vanavond al een paar keer een vraag over de financiën gesteld. En ik heb het idee dat hier toch links en rechts wat rammelt. En hier vraag ik me echt af of dit een collegebevoegdheid is om dit zo te doen. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om dat eens in de planning- en controlecommissie te bespreken. Er wordt nu gevraagd of het doel van deze is kennis te nemen van de evaluatie van de participatieraad. Maar ik denk dat u een goed punt hebt. Aanstaande donderdag is de Planning Control Commissie, dus daar kunnen we dat gelijk up-to-date meenemen. En voor de wethouder, denk ik, in ieder geval de wethouder Financiën is daar aanwezig misschien, dat hij dat dan mee kan nemen. En dat we het daar even verder behandelen. En mocht er dan inderdaad nieuw krediet zijn en mocht de raad daar toestemming voor moeten geven, dan zien we het dan terugkomen via de participatieraad en de agendacommissie. Ik denk dat we het zo afgesloten hebben. Schors ik de vergadering voor 5 minuten.